Laat maar rustig zakken. Hoe oud was u toen u in dienst ging? Ik was 18 jaar. Ik was geboren, dus 19 februari 1921. En ik ben in dienst gekomen 2 maanden voor mijn verjaardag ongeveer. En waarom wilde u in dienst? Ja, ik vond de marine op zich vond ik geweldig. En ik, ik was gek van schepen. En ik heb in eerste instantie gesolliciteerd om matroos te worden. Maar het antwoord kwam dat daar voldoende waren. En ik kon wel terecht bij het Korps Mariniers. Nou, dan heb ik mijn eigen daar dus voor gemeld. En na een paar keuringen en testen. Je moest laten zien dat je een klein beetje kon rekenen en je moest een dicté schrijven. En dat was schijnbaar goed en werd ik aangenomen. Maar ik werkte nog bij een baas als bakker. En heb ik een opzegtermijn gevraagd van 1 week en dat kon. En kreeg ik een vrij vervoer dat ik me op een bepaalde datum moest melden in Rotterdam. In mijn nieuwsgezijn Oostplein. Nou, en dat is ook zo gebeurd. En ik vond het een mijlpaal in mijn leven dat ik daar die kazerne binnenstapte. Heel oud, statig gebouw. Ik kwam daar binnen en werd gelijk opgevangen. En ongeveer het eerste wat ze tegen mij zeiden, je hebt een mooie haardos, maar die is over 1/2 uur eraf. En ze hielden er woord ook, want ik werd ongeveer gelijk naar de kapper gestuurd. En mijn klasgenoten, die waren al 1 week eerder in dienst. En het eerste wat je in dienst moest doen, al je kleding moest je nummeren. En dat moest je doen met gaar, rood of wit gaar, nagelang de kleur van het kledingstuk. Met de zogenaamde kettingsteek. Dus je zat er 1 week lang, zat je ongeveer te borduren daar, al je kleding. Maar ik had geluk, want ik was dus al 1 week na de jongens. En die jongens waren nagenoeg klaar. Dus iedereen moest een stuk van mij helpen. Dus mijn nummeren, dat is maar heel kort geweest. Een momentje hoor. Ja, wacht even. Ja. Ja. Ga het nog een keertje doen. Maar kijk naar de camera hoor. Even, want dat heb een beetje pijn. Kan nog met 1 hand, hè? Mag ik met 1 hand? Ja, mag dat. Want ja, ik heb hem een beetje verdraaid, denk ik. Doe hem met 1 hand. Zo? Ja, dat is perfect. En wachten. Hou hem vast. En langzaam laten zakken en blijf in de camera kijken. Blijf maar kijken. En blijf maar zien. Dit is een foto. Ik ga nog een keer de eerste vraag stellen. Kunt u vertellen wat u deed voordat u in dienst ging en waarom u besloot daarmee op te houden en in dienst te gaan? Nou, de reden was, ik had een collega waar ik veel mee passagierde, die is ook naar de marine toe gegaan. Die is vliegtuigmaker geworden. En ik vond het altijd prachtige verhalen over de marine en ja, dat was toch weer heel wat anders als de landmacht. En ik hield van het water. Dus ik wilde bij die club behoren. Maar mijn vader was daar niet erg voor. Om welke reden. Ze zei altijd bij de marine drinken ze jenever. En roken ze zware check. En mijn vader die zag dat niet zo zitten. Dat ik daar allemaal. Maar goed, uiteindelijk na veel gedram kreeg ik toch toestemming om te solliciteren. In eerste instantie solliciteerde ik voor matroos. Maar daar hadden ze voldoende lui voor. En ik kon dus wel bij de marine, maar dan bij het Korps Mariniers. Nou, dat maakte mij niet veel uit als ik maar bij de marine was. En ik werd dus gekeurd een paar maal. En een test kreeg ik. Een beetje rekenen en ik moest een dicté schrijven. En ik kreeg dus de uitslag dat ik goedgekeurd was. En ik kon dus terecht bij het korps,
Alleen ik heb een week uitstel gevraagd omdat ik nog bij een baas werkte. En die had ik niet opgezegd omdat ik niet wist dat ik ook door die keuring en door die test heen kwam. Nou, dat is toegestaan. Toen kreeg ik een vrij vervoer dat ik een week daarna me moest melden in het Oostplein, Rotterdam. Wat voor werk deed u daarvoor? Ik was bakker. Ik heb een jaar of vier als bakker gewerkt. En ik had zelfs het vak aardig onder de knie, zoals ze zeiden. Maar dat leek me niks. Ik wou de wijde wereld in. Ik wou alles. En nou ja, dat is me aardig gelukt. Ik ben dus in het Oostplein aangekomen. Ik was 18 jaar. En daar werd ik hartelijk verwelkomd met ongeveer de mededeling dat ik eerst mijn haardos maar moest laten knippen. Nou, dat hebben we dus ook gedaan. En daarna moest ik dus de hele procedure doorlopen. Dan moet je ingeboekt worden en kreeg kleding uitgereikt. En ja, dat was heel eenvoudig, want alles paste. En nou, die kleding moest genummerd worden met garen. Met rood of wit garen, nagelang de kleur van de kleding. Een witte handdoek bijvoorbeeld met rood garen. En sokken, die waren weer met een andere kleur. Maar die jongens die, van mijn opleiding, die waren al een week daar. En die hadden dus de plunje nagenoeg klaar. En omdat ik dus gelijk met hun de opleiding moest beginnen, mochten ze mij even helpen. Dus mijn nummer was aanmerkelijk korter dan de hunne. Het handwerk, borduren. Nou, toen is dus de opleiding gestart. Wat was dat voor opleiding? Nou, opleiding, ja, jij moet natuurlijk heel veel dingen leren. De eerste week of langer, dat weet ik niet precies meer, maar mag je helemaal niet naar buiten passagieren, ook niet naar huis. Want iedereen liep toen in uniform en het was ook verboden om burgerkleding te dragen. En je moest dus alle rangen en standen van de hele krijgsmacht moest je kennen, want er was natuurlijk een strenge groetplicht toen de tijd. En ja, dat uniform, dat droeg je met trots, hè? Maar op mijn manier was het niet zomaar iemand. Daar liepen er ook niet zoveel van. En het was een keurkorps. Heel streng. Maar ik vond het prachtig dat het streng was. Alles was geregeld. Je wist waar je aan toe was. En wat en niet wel mocht. En daar hield je je wel aan, want anders hadden ze wel maatregelen voor je. Nou, dan de opleiding. Ja, wat buist. Je leert ten eerste krijgen een wapen. Dat moet je dus vanavond tot gort moet je dat weten. Dat is tegenwoordig iets minder. Want vroeger moest je elk veertje, elk palletje, elke schuine ding die erin zit, moest je weten en benamen. En dat moest je allemaal uit je mouw schudden. Als ze je bij wijze van s'nachts wakker maakten en ze zeiden, noem eens even op. Dan zei je, loop erom, vier ze recht om de halen, trekken en vel, trekken. En zo zat dat erin gestampt. En dan inwendige dienst. Hè? De gewoontes bij de marine. Nou ja, en dan de rangen en standen. Die moest je natuurlijk ook vlot kennen. Hoe het vaandel eruit zag bij het korps, daar werden hele tijden aan verspild. Dat moest je precies allemaal weten. Nou, en dan exercitie was natuurlijk heel belangrijk. Handgranaten moest je leren. Er werd gesport. Ik was zelfs verplicht sporter, want ik was niet lenig genoeg, denk ik. En ja, zo werd je dus bijgebracht wat een militair moest weten. Bajonetvechten, dat was is nooit te passen komen gelukkig, maar goed, daar werd ook veel tijd aan besteed. En schietopleiding was geweldig goed, want iedere marinier die uit de opleiding kwam was ongeveer altijd een scherpschutter. Want als er geschoten moest worden, hadden wij één devies, dan moest er raak geschoten worden. En dat leerden ze je. Heel goed. Nou ja. Het was een strenge opleiding. Het was een hele strenge opleiding. Want iedereen die, om een voorbeeld te noemen, je had dus ik was aangenomen als marinier derde klas. En dan kreeg je de marinier tweede klas en de marinier eerste klas. En de tweede klas had een dun rood chevronnetje. En de eerste klas zo'n dubbele. En ja, kopperhalen die grote bananen schillen, zeiden wij altijd. En ja, daar had je ontzag voor. Daar ging je ook voor in de houding staan als je wat tegen hem zei. Dat woest. Ze hadden ook een eigen biljart in de kantine. Een eigen toilet hadden ze. Nou ja, toilet. Zo'n Frans ding, een gat in de grond met twee voetstappen waar je op moest staan. Het was een hele oude kazerne, maar ik vond het gezellig. En een kantine aan de straatkant. Alleen de lessen en oefeningen, allemaal strikt op tijd. Alles moest kloppen. En om een voorbeeld te geven. Wanneer het 's middags eten was. Hij noemde dat vette hap.
dus middagmaaltijd, hadden wij in die slaapzaal, dat is tevens eetzaal en tevens leslokaal, dat was heel makkelijk. Daar hadden we onze kastjes en die waren dus zo halverwege, ik denk een meter hoog, misschien iets meer. En dan moest je, als je dan ging eten, dan werd het geblazen door de tamboer. Dan moest je je pet precies op je kastje leggen met de klep precies aan de rand. Maar een jongens had, die een beetje laat uit de kantine kwamen, die gooiden wel eens die pet een beetje slordig neer. En dan liep daar een korporaal, die noemden ze de provoost, dat was zijn functie. En die, kom jij eens hier jongen, ga jij eens even die petten allemaal richten. Dus die moest dan die hele lange, al die petten precies op de rand neerleggen. Dat was een mooi gezicht. En dat moest hij soms 2, 3 of een week lang doen. Dan gooide hij nooit meer de pet neer natuurlijk. Hè. Dus dat, zo streng waren ze. En wat voor medemariniers had u? Wie waren uw maten? Ja, jongens uit het hele land eigenlijk. Hè. Ik had Egmond de Zee kwam er een, en De Haag kwam er een. Enfin, over heel Nederland eigenlijk. En er waren allemaal hele gewone jongens, over het algemeen alleen maar lagere scholen hadden gehad. En er kwam een enkele, was bij onze klas zat er een, die kwam in dienst, die arts korporaal van de landmacht, die was dus een nummer in dienst. En die heb toen tijdens zijn diensttijd gesolliciteerd en die is toen marinier geworden. En dan werd hij weer gewoon marinier derde klas. Die moest weer opnieuw beginnen. Die rang die was hij gelijk kwijt natuurlijk. Want ja, dat kon niet. Het was streng, maar ik vond het leuk. Ik had het heel erg naar mijn zin. En dan s'avonds passen ze hier in Rotterdam, hè? Dat was helemaal wat. En de Hoogstraat, vlak om de hoek bij de kazerne. De hele Hoogstraat afwandelen. En dan als je de kazerne uitging, had je de pet model recht staan. Maar als je dan de hoek om was, dan ging de pet scheef. En als je weer terugkwam, was het gauw voordat je binnenkwam de pet weer goed recht zetten. Want anders kreeg je van de korporaal of de onderofficier van de wacht, kreeg je voor 5 centen. Zo streng waren ze. Dus u kent het Rotterdam van voor de oorlog, kent u ook goed? Ja, ja goed. Het centrum kan ik goed. Die molen die er stond op het Oostplein. En dan had je op de hoek bij de kazerne een patatzaak, dat weet ik ook nog goed. En de Hoogstraat, ja, een hele lange, ik weet niet, misschien wel een kilometer, misschien langer, dat weet ik niet. Maar dat was een hele gezellige straat. En dan kreeg je de passage, kon je door. En dan kwam je op de Koolsingel terecht. En dat was meestal de route, want wij moesten weer om 10 uur binnen zijn. Want ja, dat moest. Want je stond onder strenge controle. En wat deed u dan s'avonds? Nou, we hadden ook verplichte lessen sommige s'avonds. Ik had bijvoorbeeld verplichte sportles. Omdat ik niet zo goed kon sporten. Maar daar heb ik aardig ingehaald hoor. Nee, maar ik bedoel, als u door Rotterdam liep? S'avonds. Oh ja, eigenlijk weinig. Naar de meiden kijken. En we waren niet zo erg populair hoor, bij de meiden. Want de marinier die... Het was een beetje net als een koloniaal. Ja, dat kon niet anders. Gaat er maar in dienst. Dat werd er vaak gedacht. Maar ja, dat is na 40 is dat drastisch veranderd, moet ik zeggen. En ja, dan ging je dus met je passagieren. En geld had je heel weinig. Dus je kon niet echt een avondje lekker gaan stappen van die patiënten. Dat kon niet. Maar daar hadden we ook geen behoefte aan. Er waren jongens die waren ook niks gewend. Arme ouders. Meestal, arbeidersgezinnen, ja. En nu liep je daar, ja, was je dus van de mariniers, dan keken ze naar je. Daar was je trots op, was je echt trots op, ja. Hoe zag uw uniform eruit? Ja, dat uniform wat je net hebt gezien, met koningslissen in de kraag. Dat kreeg je als je 3 maanden in dienst was. En dat was een teken dat je dus aangenomen was in vaste dienst. Want je kreeg 3 maanden proeftijd als je kwam. Er waren jongens, daar viel het zo tegen, dat die wilden niet langer. Maar er waren er ook, die konden dat allemaal niet bolwerken. En die konden niet tegen de discipline. En die werden dan min of meer weggestuurd. Want dat werd toch niks. Dus dan na 3 maanden, en als je dan bij de bottelier, zo heette dat, het kledingmagazijn... Dan werd er hier een pak aangemeten. Ja, het is aangemeten. Je moest passen.
En dan kwam hij in de kantine en dan zat er meestal een stel officieren. Officier van administratie en de eerste officier. En die keurde je dan of dat pak wel past, of dat pak wel goed paste. Moest je in de houding gaan staan. En dan moest je armen optillen. En dan moest je kijken of dat niet trok. En dan gingen ze je in de achterkant bekijken. Nou, was goed. En dan had je een vaste aanstelling. En je had het begeerde pak waar je dan mee moest passagieren. Hoe zag dat er precies uit? Welke kleuren? Nou, dus gewoon blauw laken. En koningslisje in de kraag. En afgezet met een rode bies ook aan de voorzijde. En een rij bolle knopen met een Anker Macron erop. En dan eenzelfde kleur lakenbroek met een rode bies. Niet de breedte van nu, want nu hebben ze een brede rode bies. Maar toen was het nog een smalle rode bies. Want ze noemden ons wel eens de postbode. Want die had ook zoiets. Van een rode bies. Ja. Nou ja, zo kwam dus mei dagen 40. Het was mobilisatie, strenge winter. Ja, daar eerst even de mobilisatie. Wanneer kwam die en hoe ging dat in zijn werk? Nou, de mobilisatie is al voordat ik in dienst kwam, was die er al. Toen ik in dienst kwam, was het mobilisatie. En ja, goed, toen waren overal militairen ingelegerd in scholen. En in Rotterdam ook, in de Mecklenburg-laan lagen, dat waren dan lui van de marine hoor. Maar overal in andere scholen lagen landmachtsoldaten die allemaal opgeroepen waren. Maar daar keken wij niet zo naar, wij keken naar onszelf. En oorlog, ja, kwam toch geen oorlog. Nou, dat hebben we geweten. Dat hebben we geweten, het kwam. Wij waren dus nog lang niet klaar met onze opleiding. We hadden van alles wel wat geroken, maar niet echt. We hadden eigenlijk één keer een hele dag op de schietbaan geweest. Om met scherp te schieten. En dan ging je een hele dag en dan ging je naar Kralingen. En velddienst, dan gingen we weer naar Waalsdorp in Den Haag. En daar had je ook een schietbaan. Maar wij zijn officieel maar één keer die opleiding van ons op de schietbaan geweest. Om met scherp te schieten de hele dag. Maar we hadden wel een hele goede schietopleiding gehad. We konden echt goed met geweer overweg hoor. Dat was wel goed. Maar nooit met scherp? Ja, het schietbaan alleen met scherp, hè. Dat, nou ja, en toen was het meidagen, dus dat kan ik me nog heel goed herinneren. Wij hadden dus vaak buitenlandse vliegtuigen boven Waalhaven, ook in de mobilisatie. En dan werd er ook met wel geschoten, dat hoorden we in de verte. Dus we trommelden al een beetje. Het was... Nou ja, en toen kwam dus de meidagen 40. Wij zouden dus die dag naar Waalsdorp gaan voor velddienst. We hadden allemaal ons velddiensttenue. Dat was een groene broek. Die noemden ze de debarkeerbroek. Met groene poetjes, dat zijn die windsels die je om je benen heen draait. En dat was speciaal. En dan dat blauwe jasje. En dan een helm, die was wel dezelfde model als de landmacht, maar... Donkerder van kleur met een Anker Macron erop. En bij de landmacht hadden ze dan een leeuw op zitten. Nou ja, en dus wij zouden met velddienst gaan. En toen ging ik naar beneden. En de vliegtuigen, die Junkers van de Duitsers, die zagen wij al vliegen. ik persoonlijk piekerde helemaal niet dat het oorlog was. En toen kwam ik naar beneden, want mijn handen, want de wasplaats was beneden. En ging ik mijn handdoek om mijn nek de trap af, want wij lagen op de eerste verdieping. En toen kwam er een zeeofficier de kazerne binnen. En dat leek Douwe van de Krabbe te zijn. Die lag hier ergens met een schip, een marineschip, in onderhoud. En die had daar die Duitsers al ontdekt. En die kwam dus de brug over, dat hoor ik dan nadien, overrennen. En die schoof, toen ik beneden kwam, kwam die de kazerne binnen schreeuwen van alarm, alarm. Ja, alarm. Drong nog niet helemaal toe maar door. Maar toen was het al oorlog. Nou, dan kregen we dus, door de tamboer werd alarm geblazen. En nou, de hele kazerne in rep en roer. En ja, dan moest iedereen wapens en munitie en uitreiken, aantreden en indelen. Die groep zus, die groep zo. Want ze hadden ook nog geen goed overzicht wat er precies los was natuurlijk. Dat moest nog even op gang komen. Was er paniek? Nee, was niet echt paniek, dat niet. Nee, absoluut niet. Nee. Maar de orders vlogen je om je oren.
En wij waren de jongste opleiding en wij kregen dus eigenlijk het laatste, de munitie uitgereikt. Want er zat een korpsschool van Marines eerste klasse, die een opleiding waren voor korporaal. En een opleiding die al afgericht was, die zat op Groenendaal, dat is achter de kazerne. Zaten die in ook een soort school, geloof ik. En die werden er het eerste op uitgestuurd, de kazerne uit. Dan wisten wij nog niet dat ze daar bij de Maartbrug. Maar goed, toen kwamen wij aan de beurt. En wij ben op de admiraliteitskade, tenminste ik met mijn groep waar ik bij ingedeeld was, moesten wij een stelling bouwen van zandzakken. En, want rondom de kazerne wouden ze het beveiligen. Nou ja, en ik werd met nog een paar maten uitgestuurd, want er lagen allemaal, aan de andere kant van het water lagen allemaal roeiboten, ik denk van particuliere vissers of zo. En die moesten wij weghalen daar. En die zaten er met kettingen vast. Die hebben we los moeten breken. Want ze waren bang dat die moffen daarmee naar de andere kant kwamen. Naar ons. Nou ja, zo, toen was de vliegtuigen die vlogen. Daar stonden wij gewoon naar te kijken. Je kon de piloot zien zitten. Van die jonkers. En toen zagen we de parachutisten boven de Maas hangen. Ik had nog nooit een parachutist gezien. Echt niet. En het bleek al dat er al watervliegtuigen geland waren op de Maas. En ja, en toen brak de hel los natuurlijk. Hè. Toen begon het geknetter en geknal. En, ja. Toen was het echt oorlog. Maar wanneer had u toen ook door dat het oorlog was? Ja, toen dat duurde niet zo gek lang, hoor. Dat hadden wij door. Ja, en we hebben nog eventjes een paar Nederlandse jagers gezien. G1's, dat waren de dubbelstaarten. Ja. I'm sorry. Geeft niks. Pak hem maar één. Profé? Hoi. Ik zit midden in de televisieopname. Ja, oké. Okay. Hoi. Dat moet zijn. Ja, die wist dat niet. Oké, ik wil nog even terug. Ja. Want u zei, u had geen idee dat het oorlog zou gaan worden. Nee, Nederland kwam toch nooit in oorlog. En we waren gemobiliseerd, dat dorsten ze niet. Ja, dachten wij. En we hadden kanonnen, we hadden alles. Nou, we hadden helemaal niks. Achteraf. En kregen we ook weer de stroom van geruchten. NSB'ers die van daken afschoten. Dan weet je, op daken moest je onderzoeken, want daar was geschoten. Je hoorde ook overal schieten. Maar precies waar het vandaan kwam, dat zag je niet. De eerste avond dat ik in die stelling lag, daar op de admiraliteitskade, met nog meer collega's natuurlijk, kwam er een jonker aanvliegen. Ik kon hem zo laag waren. En die had daar overdag waarschijnlijk alles waargenomen dat wij daar een stelling hadden gebouwd. En die kwamen ze zo, ik geloof in de avonduur, het was in ieder geval donker, kwam die daar op ons af vliegen en met lichtkogels op ons geschoten. Er is niemand geraakt. Maar toen wou ik wel onder mijn helm kruipen, hoor. Als je die lichtkogels op je af ziet komen. Maar goed, hij heeft niks geraakt. En wat er ook mooi was, er bleef één lantaarn ergens branden aan de overkant. Alle lantaarns gingen uit, één stond er te branden. En daar werd natuurlijk met onze, ja, die moest uit. Hè, daar zijn we dus met ons een paar man op aan het knallen geweest. En we hebben hem uitgeschoten. Dat weet ik nog goed. Hoe dat nou kon, dat weet ik niet. Maar één bleef te branden. Nou ja, en daar vandaan zijn we dus op een gegeven moment de tweede nacht. Toen mochten we gaan slapen voor het eerst. We waren doodop. We werden de hele dag daarheen gestuurd. En daar was er wat aan de hand. En toen had je een zaaltje in de kazerne. Dat was geloof ik 13 mei zoiets toen dat gebeurde. En dat was het subcentenzaaltje. Ik weet eigenlijk nog niet goed wat dat betekent. Maar dat was een zaaltje. Daar kwamen meestal eenheden die op doorreis waren. Of die en adelborsten lagen daar ook wel eens. Maar wij mochten dan een paar uur gaan slapen op de grond. Helemaal gekleed. En helm aan je arm en geweer aan je arm. Dus als er wat was, dan kon je gelijk overeind, hoef je niet te zoeken. Dan had je alles bij de hand. Nou, ik weet wel dat ik ben daar gaan liggen. En ik moet onmiddellijk in slaap gevallen zijn. En ik denk die anderen ook. En toen werd ik wakker.
En toen waren ze die kazerne al aan bombarderen. En er waren al die huizen aan de achterkant stonden een soort flat. Op 3 of 4 verdiepingen, dat weet ik niet. Want als die achterplaats daar hielden wij altijd appel. En dan keken we altijd naar, er waren voor mij de. En die stond al in brand. Toen ik wakker werd, stond dat al in. Kijk, ze deden brand aan de flat dan. Wij vliegen overeind. En toen kwamen die stoekaars. En dat is angstjagend gehoor van die. Die hebben een soort sirene aan boord, hoor ik naderhand. Die gaat dan door die duikvlucht, gaat dat ding gaat loeien. Dus gieren, en dan komen ze zo gierend op je af. En dat zijn dan die duikbommenwerpers. En die kwamen dus na de tweede ronde terug. En die gingen weer een paar bommen gooien. En toen doken wij met nog mijn stel collega's een pakhuis in wat je daar had. Dat hoorde bij de kazerne. Dat was een pakhuis, roeiriemen lagen erin. En enfin, pioniermateriaal en weet ik veel allemaal. En daar waren we net in en toen zodemieten de achterkant helemaal in elkaar. Daar konden we er niet meer uit. En het was het stikdonker en allemaal vol met stof. En ja, toen was het wel een beetje paniek hoor, onder elkaar. En toen was er een man in eerste klas. Die had daar een pikkenweil gevonden, want er zat een deur. Die kwam uit op Groenland, maar die werd nooit gebruikt. Die was altijd, die zat daar, maar nooit gebruikt. En die hebben een gat gehaakt in die deur. En daar wouden we allemaal gelijk door, maar dat ging natuurlijk niet. En zijn we eruit gekomen. En toen, dat moment dat ik daar in, ik voelde me helemaal gevangen. En ik kon niks zien. En of het nou een minuut of 4 of 40 geduurd heeft, dat weet ik niet, maar geen minuut. Maar we zijn eruit gekomen. Toen ben ik omgelopen, kwam ik weer op het Oostplein terecht. En er lagen alle tramdraden, want die had tramders lopen voor de kazerne. Al die tramdraden lagen op de grond. En daar mocht je niet op trappen, want er stond stroom op, zeiden ze. En de grote kinderhoofdjes die lagen overal uit de grond geslagen. En toen kwam ik aan de voorkant van de kazerne en die stond helemaal in lichtelaaien. Toen zegt die adjudant Touw, een hele bekende naam. Was de chef de equipage, die zegt tegen mij, ga kijken of er nog collega's in de kazerne zitten. En dat ding stond helemaal in brand. En ja, je moest orders opvolgen. Dat deed ik en ik liep die corridor in om naar de trap te gaan. Alles stond in brand. Dus ik ben teruggegaan. En toen ging dus de munitie, want je had daar ook een munitieopslag plaats in die kazerne. Die gingen op een gegeven moment ook aan het knetteren en de kogels die ontploften. En er was een hel daar, alles vloog om je oren. Nou, toen zijn we in die zandzakkenstelling, wat ik eerst noemde, zijn wij dus daar nog een poosje gebleven. En toen, inmiddels was Jan van Galen, die was ook al... Niet snel, daar komen we zo op. U bent goed op dreven. Ja, er komen een paar beelden weer naar voren. Ja, hè? Ja. Ik wil even terug naar toen u in die marinierskazerne opgesloten was. Het was donker. Ja. Had u, hoe ging dat tussen u en uw maten? Nou, had er iemand de leiding of sprak u met elkaar? Hoe ging nee, dat? Er was niemand die de leiding had. Ik denk dat dat een tijdtekort was. Want ik zeg al, ik heb mensen of collega's. En dat zo dat verhaal wel eens verteld is verrekkelijk, daar heb ik ook in gezeten. Er zaten er eigenlijk meer in die er binnen gevlucht zijn. Als dat ik dacht. Maar ja, iedereen die wou gelijk eruit natuurlijk. Ja, toen was volgens mij een beetje paniek hoor. Ja. Dat is me zo bijgebleven, mijn hele leven. Ik kon in het begin. Kon ik ook in geen gesloten ruimte bijna. Ik was altijd bang. En ik heb wel eens op een wc gezeten. Dan sloegen ze met de deuren. Dan vloog ik alweer overeind. Weet je wel? Voor de klappen. Dat is langzaam aan het slijten gegaan. Gelukkig. En ja. Het was heel benauwd. En toen ik dus... kan ik nou nu verder gaan? Zeker. Ja hoor. Nou, dus, ik ben dus nog weer in die stelling terechtgekomen. En na een tussentijds hebben we opdracht gekregen om dus naar de Maasbrug te gaan. En waarom, dat weet ik niet. Maar halverwege moesten we stoppen. We hadden ook leden van de Jan van Galen bemanning. Die was inmiddels, Jan van Galen was gekapseid. Die hadden ze gebombardeerd. En de bemanning die is bij ons terechtgekomen. En die hebben zich opgedeeld bij verschillende patrouilles van ons.
Dus die hebben gewoon als marinier meegedaan verder, met een geweertje. Nou, toen zijn we daarna, zijn we toch bij de Maasbrugge terechtgekomen. En dat, om daar te komen, dat laatste stuk, bij de Vier Leeuwenbrug geloof ik dat dat heette. En daar lagen ook een paar Duitsers dood. En zijn we, of Scheepmakersstraat of zoiets. Maar in ieder geval zijn we sprongsgewijs zijn we bij de boompjes terechtgekomen. Hoe ging dat, die nou ja, er werd daar gevuurd en je moest die straat over. En dus op de straat zelf was geen dekking. Dus je moest met grote sprongen voorwaarts. En in de loop was die straat over. En dan steeds in dekking van de een naar de ander. En dan kwam je dus bij de boompjes terecht. En daar heb je van die gewelven heb je daar. Dat is bij die oprit. Daar kon je onder. Nou ja, toen, bij de oprit er lag een mitrailleur van ons. En daar lagen dus een schutter en een helper. Die waren doodgeschoten. Dat was niet van mijn ploegje hoor. En sergeant Zimmerman, die had de leiding bij mijn groepje. En die, men zegt dat hij vrijwilligers gevraagd heeft, en dat kan wel, maar ik weet het dus niet. In ieder geval, die mitrailleur die stond daar bij die oprit en er moest dus een nieuwe bemanning achter. En dat vond ik achteraf, denk ik, ja. Ik had die mitrailleur maar prijs gegeven, want mijn maat Bossert en mijn eerste klas Meulman, dat waren van mijn clubje. Die hebben zichzelf, zeggen ze, want dat is zo'n vrijwillig. Maar er was daar zo geknal en toestanden dat je dat allemaal niet hebt kunnen waarnemen. Maar in ieder geval, die marinier, mijn passagiermaatje en die mijn eerste klas, die gingen dus achter die mitrailleur. Nou, die werden gelijk weggeknald. Die gingen schokken en nou, ook dood. Waar was u toen? Zeg u? Waar was u toen? Ik was daar bij die oprit. Ik heb ze daarheen zien gaan. Nou ja, en die zijn naderhand weggehaald. En ze hebben ze uiteindelijk in het park begraven. En daarna, na de capitulatie, hebben ze ze op Krooswijk begraven. Ja. Ik heb nooit goed begrepen waarom ze die mitrailleur zo graag. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik had maar. Dan ga je achteraf allemaal zitten bedenken. Maar op een moment moet je handelen. Ja. En op het Witte Huis, hè, daar stonden dus mitrailleurs van ons in het Maasstation. Dus het was daar genoeg goed. Alles wat we wou knallen op. Alles. U schoot zelf ook? Natuurlijk. Ik weet nooit of ik daar geschoten heb. Maar waar stond u precies en met wie? Nou, met Frankhuizen ken ik me eigenlijk nog herinneren. En Jantje Binkhorst bijvoorbeeld. En ja, allemaal jongens van mijn blikkie, zo we dat noemden. Nou ja, daar hebben we niet zo lang geweest hoor. Want we werden toen geloof ik afgelost door de landmachtsoldaten. Geloof het wel. Want we waren ook een beetje aan het eind van ons Latijn, hè, de laatste dagen van de oorlog. Want je kan natuurlijk niet aan de gang blijven. Je zit van s'morgens vroeg tot s'avonds laat zit je onder hoogspanning. En je weet ook niet meer hoe laat het is, wat voor dag het is. Je weet helemaal niks meer. En toen de kazerne in brand gegooid was, hadden we ook geen kombuis meer. En ik vraag me nog steeds af hoe wij toen aan ons eten zijn gekomen. Dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer. Of we nog wel wat gehad hebben, dat weet ik ook niet. Ja wij waren dus. Ja, wij waren geen eenheid zoals we dat naderhand hebben gehad bij de Mariniersbrigade. Daar kreeg je een organieke eenheid. Een peloton met drie sergeanten als groepscommandant. Wij waren dus een opleiding. Zoveel mariniers. Nou ja, en daar hebben ze daar secties van gemaakt. Dat wil zeggen groepen. Nou, en daarna onder leiding van een sergeant of een luitenant. En, ja. Want met het bombardement van onze kazerne dacht een luitenant van Velzen, een heel jong officier, die dacht dat we een gas, want ze gooiden ook brandbommen. En die hadden nogal een speciale lucht. Hij dacht dat dat gas was. Dan moesten we de gasmasker op, maar heel even hoor. Maar dat was gewoon die brandbommen. Tijdens het bombardement op de kazerne, toen alles donker was, ja? Had u een gasmasker op? Nee, hij had geen gasmasker op. Dat was toen daarna de buiten kwamen. Bleek het dat rondom de
Toen zijn er nog meer blinden, waren blindgangers ook bij. En er waren brandbommen. Nee. Want wij werden wakker door dat de kazerne gebombardeerd werd. En eruit vluchten, in het hok terechtkomen. Toen hadden we geen gasmasker. Die luitenant was er ook niet bij, tenminste, ik heb hem niet gezien. Ik zag wel iemand lopen met een laken, een soort laken. Ja, dat was een burger. Toen wij voor het eerst uit dat magazijn kwamen. Met een laken en met bloed. Ik denk, wat is dat? Maar die was waarschijnlijk geraakt door een scherf of door puin of wat ook. Want het was niet ernstig, maar het leek ernstig. Dus dat was niet door kogels gebeurd. Was dat de eerste keer dat u zoiets zag? Wat zeg je? Was dat de eerste keer dat u zoiets zag toen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar ik was op een gegeven moment wel in een stadium, het kon me helemaal niks meer schelen. Ze konden me overal heen sturen. Volgens mij liep het toch verkeerd af. Hoe maar dat? Goed. Waarom dacht u dat? Nou ja, die moffen die bleven doorgaan en die bleven doorgaan. De Statendam, dat schip, dat werd in brand geschoten. Men zegt dat wij dat zelf gedaan hebben, omdat die Duitsers anders hadden dat schip hadden gebruikt als logement of zo. Of dat waar is, weet ik niet. Maar die heeft dagenlang liggen branden voor ons neus. Ja. Ja, en toen kreeg je dus, daarna kreeg je dus het bombardement. Daar komen we later op. Ja. Ik ben nog benieuwd van... Ja? Ik ben vaak daarna, ik heb ook een paar keer een lezing moeten houden. En dan ga je dat een beetje uitpuzzelen weer. Bij het museum, want het was een documentatiegroep die bestaat. Het zijn lui van allerlei plamages. Die interesseren daar zich voor. Bijvoorbeeld de strijd op de Grebbebergen. Daar hebben ze dus ook uitgepuzzeld hoe dat allemaal precies in elkaar zat. En ook mensen gehaald die erbij geweest zijn. En die moesten dan de verhaaltje vertellen. En toen ben ik dus via het hoofdkwartier ben ik gevraagd of ik ook op een keer die documentatiegroep een verhaaltje over dit geval. Nou, dat heb ik gedaan. En dan ga je dan weer een beetje terug. Dan weer toch een beetje, ja, een beetje een verhaaltje vertellen of het een beetje klopt. Het meeste probleem heb ik altijd met tijden en datums. Ja, gekregen. Dat is ook minder. Dat is daar zit ik wel eens mee te scharrelen. Dan denk je, ja, was er nou die dag of die dag? Maar ik ben nog benieuwd hoe het precies was daar toen u aan de boompjes was. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet zoiets eruit? Nou, er lag op de weg van alles. Handwagens, troep. En daar was dus voor ons al hevig gevochten. Want die Duitsers die zijn aan deze kant geweest hoor. 'S morgens, maar dat heb ik niet gezien. Maar die zijn door die mariniers zijn die toch weer terug de brug overgejaagd. Ik heb een motorfiets van de Duitsers met zijspan. Die wou even de brug over en er stond een mitrailleur op de zijspan. Maar ja, die werden bij ons afgeknald natuurlijk. Maar ze hebben wel alles geprobeerd. Maar ze zijn toch niet meer over de brug geweest. En dat is volgens mij de reden geweest dat ze denken bij ja jongens, want ze wouden naar Delft en Den Haag. Hoorde ik nadien. Dan gooien we de stad plat. Nou, dat hebben ze dan gedaan. En toen zijn we gecapituleerd. En die brug, dat was een moeilijk ding om met al die bogen en die pijler om daar overheen te komen. Dat was moeilijk hoor. Het Witte Huis schoten zo rechtstreeks naar beneden, precies op de oprit van die brug. En die moffen die hebben het ook geprobeerd van boog naar boog achter die ijzeren bogen. Maar ja, zodra ze de kop lieten zien, want hun die moesten zich bewegen en wij konden stil liggen en dan knallen. En waar lag u achter? Ik heb mijn wapen was een geweer. Wij hadden geen persoonlijke, we hadden mitrailleurs, maar wij zelf van de jongste opleiding hadden nog nooit geen les in een mitrailleur gehad hoor. Dus wij hebben zelf niet achter die. Vandaar dat ik net vertelde dat mijn collega, die moest
Die is dus naar die meteor waar al een bemanning achter weggeschoten was, is daarheen gegaan als helper. En die man in eerste klas zou de schutter weer worden. Want dat was een volleerd manier. Maar wij waren allemaal geweerschutters van mijn opleiding. We hadden die meteor wel gezien en hoe dat zit, maar we hebben er nooit naar geschoten zelf. Nee. Dus wij hadden eigenlijk maar weinig wapens. We hadden dus die meteor, een beperkt aantal, en alles maar met de oude mannen gerepeteerd geweer. We waren heel haarszuiver hoor, haarszuiver. En ik kon ermee schieten, ik schoot er een scheiding in je haar als nodig was. Ja, dat kon ik, ja. Maar voor het eerst op mensen geschoten toen? Ja. Ja. En dat is een hele rare gewaarwording. Maar niet meer als je eigen maat dood hebt zien schieten. Want dan halen ze, dan moeten ze niet meer bij je komen. Want dat kan niet. En, legt u eens uit? Hè? Legt u eens uit? Nou, dan wil je ze wel opvreten. Want wat hadden wij gedaan, ons Nederland? Wij hadden niks gedaan. Ze komen zomaar de hele zaak bij ons plat gooien en schieten en noem maar op. Nou, dat kon niet. En dan vallen de dooien van jouw clubje. Nou, dan moet je eens kijken wat een razernij er dan tevoorschijn komt. Maar ja. Maar dat voelde u bij uzelf ook komen? Ja. Heb ik in Indonesië hetzelfde gehad. Precies hetzelfde. Maar wat is dat voor gevoel? Nou, dan wil je erop af. Je wil wraak nemen. Dat ze zomaar iemand doodschieten. Ja, je deed het zelf ook, maar hun waren de aanstichters. Niet wij. Wij waren er voor de verdediging. En ja, je was natuurlijk 18, ik was net 19 jaar. En ja. Helemaal geen ervaring van die dingen. Niemand trouwens hoor. Maar ja, wij werden er plotseling mee geconfronteerd. En achteraf zeg ik, die jongens hebben het toch fantastisch gedaan. Die jonge jochies. Niet alleen, maar onder leiding van. En ja, de Rotterdammers, die waren ook trots op ons. Ja. En wat wilde u nog verder weten? Hoe lang bent u daar geweest? Bij die bruggen, bij de Maasbruggen? Nou, hoe lang een half dag. Ik zeg al net, ik weet al weinig van tijd meer af. Maar het leek wel heel lang, maar het is geen dag geweest hoor. Nee. Wij liepen al een beetje op het eind van ons Latijn, hoor, zou ik je vertellen. Want je kon natuurlijk niet eeuwig blijven onder spanning leven, zoals wij doen daar bij die bruggen. Want dat was natuurlijk... Ja. Dat was het heetst van de strijd. En toen we daar dus afgelost zijn, toen zijn we naar Kralingen gegaan, naar Mecklenburglaan. Daar stond die school waar alle mobilisanten in zaten. En daar gingen ze dus ons, inventariseren. Kijken wie we nou misten. En dus kijken wat we kwijt waren geraakt. En toen stonden we daar aangetreden. Daar had je zo'n soort grasveld daarvoor. Wat ik me nog kan herinneren. En toen moesten we daar aantreden. En toen hadden die Duitsers, die hadden dat al lang gezien, want die vlogen daar ook rond. En we kregen op een gegeven moment mortiergranaten, zo midden in onze club. Waar het weer gewonden van ons vielen. Want omdat wij werden daar gewoon aan marsen, moesten we aantreden. Nou, die moffen die hadden dat alweer door. Want die wisten ook, toen die kazerne gebombardeerd was, dat er een opleiding van ons in de kazerne aan het slapen was. Hoor. Anders hadden ze dat Duitse nooit zo gekozen. Allemaal bekend. Maar van die mariniers die daar hebben liggen slapen, is er geen een gesneuveld met het bombardement. Omdat er geen rechtstreekse treffer op is geweest. Dus we hebben nog geluk gehad. Nou, in Kralingen werd er weer alarm gemaakt. Duitsers waren doorgebroken. Nou, gaan we weer. En, daar afsluiten, daar liggen. En ze kwamen met gevechts- en panzerwagens. Nou, we waren er klaar voor.
Maar er kwam niemand. Er was ook weer een gerucht. En de geruchtenstroom die was verschrikkelijk. Hadden weer dat gezien en dat gehoord. En we hebben een keer onder vuur gelegen van de landmacht. Van onze eigen soldaten. En waarom? Omdat die jongens niet waren voorgelicht. Wat voor een tenue die mariniers droegen. Wij waren in onze lange jekker, blauw. Hadden we onze leergoed met patroontassen over. Een dolk, een bajonet en een soort rugzak. Ik geloof geen eens dat ik jong had, maar goed, daar gaat het ook niet om. En dan die groene broek met die groene poeties. En die landersoldaten, die hebben ze nooit ingelicht wat die mariniers voor een tenue hadden. Dus die zagen daar vreemde tenues lopen. Want het was echt vreemd voor hun. En die knalden erop, dat waren wij. Die zaten in een kelder bij een huis waar een raam net zo boven de grond is. En daar hadden ze de geweren door gestoken. En de sergeant van ons die had dat gauw door. Dus wij zijn aan de kant van de weg gegaan. En een motorordonnans van ons met, op een motor. Die is er als de duvel heen gereden. En die heb dus verteld wat er los was. Maar we waren in gevecht met onze eigen 6 soldaten. Zulke dingen gebeurden er toen. Jongens niet kwalijk nemen, want die wisten, ja, de helmen waren al andere kleur. Goed gegaan, geen dooien. En dat zijn allemaal dingen, spanningen. Hè? Ja. Nou ja, en toen zaten we daar dus in stelling. En toen kwam daar een zwerm vliegtuigen. Dat waren Messerschmitts, geloof ik. En die gingen daar eventjes tekeer. Die lieten alle bommen los. Nou. Dat was wat. Nu weet iedereen wat bombardement is. We zien op tv niet anders en noem maar op. Er is altijd in de wereld ergens wel wat. Maar toen was er nog niemand die daar ooit voor zond. En ik begreep dat niet, dat er zomaar die burgers de dupe van werden. Ik was zo nuchter dat ik dacht dat het alleen maar militairen waren die tegen elkaar vochten. Maar hier gingen er 900 en zoveel burgers gingen er daar de dood in. En de hele stad stond in de brand en hij was zwart. Ik liep in een soort brandgang toen die bommen vielen, de klapper, de schuttingen zo tegen elkaar van de luchtdruk. Nou, dan overkomt je wat hoor. Nou, en dan kreeg je de stroom vluchtelingen. Verschrikkelijk. Jonge vrouwen met baby's. En was een vrouwtje, met een heel oud vrouwtje en een gerimpeld gezicht. Die zat in een bakkersfiets, een driewieler, met de klep open. En er zat een mens die dreigde vast te houden met één hand en de andere hand was een kootje met een kanarie. En dat ging zo langs me heen en ik zag dat mens die er ogen, jongen, de angst zat daarin. En gingen ze onder een stelletje bomen zitten. En heb ik daar ook gezeten. En dan die vrouwen met die kinderen, waar gaan ze heen, waar moeten ze heen? Nou ja, hoe dat allemaal afgelopen is, wij moesten ook weer verder. Maar toen capituleerden we. Waar moest u verder heen? Wat zeg je? U zegt, wij moesten weer verder. Ja, wij stonden onder commando en wij moesten weer verder. En we zouden wel een volgende opdracht krijgen. Maar toen bleek dat doorbreken van die vijand, dat was helemaal niet zo. Dat is een of andere gerucht. De geruchtenstroom was verschrikkelijk. Van Duitsers, van Nederlanders die werkten voor de Duitsers. En die schoten je uit de burgerhuizen, noem maar op. Ik heb zelf nooit, ik heb wel eens schieten gehoord, maar ik heb er nooit eentje gezien. Ik had er wel eens een willen vangen, als het zo was. Dat is niet gebeurd. Wist u precies wat er aan de hand was? Waar de Duitsers zaten en waar de Nederlanders zaten? Nee. Nee. Ik weet wel één ding. Dat wij waren toen op de admiraliteitskade en op een gegeven moment kwam er een hele kolonne soldaten onder de aanvoering van een luitenant. Die kwam daar, want je had dan een soort opslagplaats van gemeentemateriaal. Daar staat nu een flat. Daar stonden vuilniskarren en weet ik wat. Die hadden wij allemaal over de straat gezet voor te blokkeren. Toen kwam er in donker kwam er een hele kolonne van de landmacht aan, met mitrailleurs. En toen dachten we, jee, die zijn teruggetrokken voor de Duitsers. Die Duitsers zijn doorgebroken. En dat blijkt achteraf dat die luitenant, dat was dus een... Nou, gewoon een bang iemand en die heeft zijn soldaten teruggetrokken en vertelt dat ze doorgebroken waren. Toen hebben wij een patrouille gestuurd op verkenning. En we hebben helemaal geen doorgebroken Duitsers gevonden hoor. Maar die kwamen bij ons op linie liggen langs de waterkant.
En die waren gewoon teruggetrokken uit angst, s'avonds. Die luitenant gedaan. Ik heb er naderhand ook wel iets over gelezen, hoor. Dus dat gebeurde ook. Kon u zich dat voorstellen? Nou, ik kan het me niet voorstellen, nee. Nee. Zo'n eenheid zomaar terugtrekken, omdat jij als luitenant angst hebt. Die knullen hadden ook wel angst. Ik heb ook angst gehad. Maar ik ben nooit teruggetrokken. Ik heb altijd gezegd, voorwaarts is voorwaarts. En of je nou bang of niet bent, gaan. Want dan moet je maar een ander vak kiezen. Dan moet je maar schoen maken. Ik veel. Maar als je de vak gekozen hebt, moet je niet alleen met een mooi pak aan de lopen. Maar als het nodig is, moet je er ook wezen. En dat heb het korps tot op heden altijd waargemaakt. Altijd. Maar wist u wat het vak zou zijn voor die tijd? Nee. Je kreeg korpsgeschiedenis, les in. Wat er allemaal al voor. De korps had al het een en ander meegedaan. En Saargebied met die stemmingen en weet ik het allemaal. En dan was je al trots om dat te horen. Hè? Maar de laatste jaren was er nog. Was er eigenlijk helemaal niks los. Ja, de Duitsers die zijn begonnen. Maar dat waren allemaal veel verder van ons bed toen nog. Maar op een gegeven moment waren ze er wel. Wij waren voor niets voorbereid. Helemaal niets. Dat heb ik nooit begrepen. Helemaal niks voorbereid. Ja, dat was mobilisatie. Overal hadden ze soldaten. Maar voor de rest waren we er niet klaar voor. Nee. En zo is het gegaan. Toen ben ik daar vandaan. Moesten wij onze wapens inleveren. Capituleren. Dat geloofden wij niet. En dan ben ik met een stelletje mariniers en misschien nog wel van de vloot, dat weet ik niet meer. Ik ben een vrachtauto, die een wapen niet ingeleverd. Ja, ik niet alleen. Wij gingen naar de Scheveningen. We waren van die lui die zeiden, we gaan naar Scheveningen. En dan gaan we proberen mee naar Engeland te komen. Nou, we zijn met die vrachtwagen. Die was gevorderd door de militairen in de mobilisatie al. Zijn we dus in Den Haag terechtgekomen. En daar in Den Haag is het misgegaan. We zijn helemaal niet in Scheveningen gekomen. We zijn met de landmacht. Moesten we naar binnen en vertellen. Want die waren heel benieuwd over dat Rotterdam. Want ze zag het daar. In Den Haag kon je zien dat heel Rotterdam in de brand stond, hoor. Vanwege de rook en noem maar op. Nou ja, dat geval naar Engeland, dat is mislukt. En vandaar ben ik maar weer terug de andere dag. Ik heb overnacht bij de landmacht. Ben ik teruggegaan. En dan heb ik mij weer bij mijn eenheid gevoegd. En toen werden we in een. Ik heb eerst in een Rijnaak gezeten. Met een luik van. Want we waren krijgsgevangen toen. Maar hoe ging dat precies, het wapen inleveren en krijgsgevangen? Ja. Nou, het wapen heb ik in Den Haag ingeleverd. En toen ben ik dus. De andere dag ben ik dus naar Rotterdam teruggegaan. Op de fiets. En in Delft heb ik staan kijken naar de intocht van de Duitsers. Die waren er toen, daar. Die gingen daar met hele kolonnes gevechtwagens. Ik denk, jongens, hebben wij daar tegen gevochten met ons geweertje? Jongen. Die hadden wat, die jongens. Vergeleken bij ons. Nou, dan kom ik in Rotterdam. En ik denk, als ik mij ga niet meld, ja, wat ben ik dan, deserteur of wat ook. Heb ik me bij mijn eigen eenheid, want er waren mariniers. Ik weet niet meer precies hoe dat gegaan is. Maar uiteindelijk zijn we in een verzameld. Uit Zeeland zijn de mariniers gekomen en aan nog meer plekken. Allemaal in Rotterdam. En dan hebben ze ons in een Unilevergebouw, dus een hoofdgebouw. In Hoboken heette dat daar ergens, geloof ik. Hebben ze ons een hele tijd gelegerd. Hebben we een stroozak gekregen en een kist om spullen in te doen. Ja, en voor de rest moesten wij een beetje politie gaan spelen bij de bombardeerde dingen. Er zaten brandkasten en zo die misschien gestolen zouden worden, weet ik veel. En zo zijn we dus op een gegeven moment overgeplaatst naar Den Haag. Toen werden we ingedeeld met de zogenaamde opbouwdienst. Maar mijn vader die had al gauw gezegd, ik haal jou de dienst uit. En die heb een brief geschreven naar wie, dat weet ik niet.
En daar stond in dat zijn zoon, die wou die terug hebben. En die kwam niet ten koste van de gemeenschap of zo. En dan mocht ik de dienst uit. Nou ja, dan is het verhaal verder helemaal niet meer over Rotterdam natuurlijk. Want dan kom je weer terecht bij mijn onderduikerstijd. Pakken door de Duitsers, ontvluchten. Ja, laten we inderdaad even teruggaan naar Rotterdam. Want u zei net van, u zat in een Rijnaak. Ja. Hoe ging dat? Nou, die moffen die wilden ons natuurlijk centraal ergens hebben. Dus die mariniers die kwamen uit alle hoeken en gaten. Op Noordereiland, Stieltjesstraat, daar hebben ze ook in een kerk gezeten. En die kwamen op een gegeven moment ook tevoorschijn. Ja, waar moesten ze heen? Rotterdam was in puin. Nou ja, dan hadden ze daar een lege Rijnaak ontdekt. En dan gingen ze in het ruim van die Rijnaak. En tot ze dus ontdekt hadden dat wij in de Unieleven terecht konden. En toen zijn we dus naar het Unieleven gegaan. Ja. En hoe werd u behandeld door de Duitsers? Nou, ze hebben me geen kwaad gedaan hoor. Nee. Nee. Ze lieten ons eigenlijk nog aardig ook vrijheid. Ja. Want die streken die je hoort van die Duitsers, die hebben ze naderhand, als je dat allemaal gaat vergelijken met de Joden en wat ik wel. Ons hebben ze niet geslagen of wat ook gedaan. Wij kregen zelfs in de Unieleven nog een of wat meer geweren. We mochten zelfs een schildwacht, maar zonder munitie hoor. Een schildwacht ervoor laten lopen van onszelf. En dan had je vlakbij de Unieleven een school. En dat was een mooie streek van die dag. Daar hebben ze de Kriegsmarine ingestopt. Nou, die stonden ons zo van een paar honderd meter van ons vandaan. Of ze dat nou wat pesterij hebben gedaan of wat ook, maar die was de Kriegsmarine, ja. Die lange lint aan de muts. Had u contact met de Duitsers? Nee. Wij wouden met die lui geen contact hebben, nee. Ik ging s'avonds naar een collega, die lag in het hospitaal, die was geraakt door een scherf van een mortier. Dat is toen gebeurd in Kattenburg, of bij de Mecklenburg. En die lag in het hospitaal en toen stond er een sergeant van de landmacht met de krant Volk en Vaderland in uniform. En ik had het niet in de gaten zo, maar mijn collega van der Pol, die leeft nog, die stuift op hem af en die trekt al die kranten zo, en die scheurt die allemaal door de midden. We hebben hem geen pak slaag gegeven, want we waren altijd nog bang in sergeant. Ja. Dan krijgen we een behoorlijke pof natuurlijk, hè. Maar we hebben alles verscheurd. Ja, dat weet ik nog. Maar dat was er eentje die huilde met de vijanders. Ik had er geen eens in de gaten. Ja. Nou ja, die Rotterdammers die hebben voor ons goed gezorgd. Als je dan ging passagieren en je ging in een café of wat ook zitten, dan kon je je eigen lebbens drinken, dat kostte je nooit wat. Die Rotterdammers die waren zo gul als de pest, die mariniers. Ja. Even een kleine pauze. Ja. Heel wat gepresteerd. Ja? Ja, ik heb er één. Die komt nog geregeld bij mij. Is vorige week nog geweest. Zeg nog eens een keer. Want ik verstond u niet. Zeg het nog eens een keer. Kunt u het nog een keer zeggen? Nou, ik heb een opleiding gehad met jongens waar in de oorlog hele bijzondere flinke jongens uit zijn gekomen. Ik heb bijvoorbeeld die Loontjes, wat ik net vertelde. Dat was de jongste van onze opleiding. Hij heeft ook een boek geschreven pas. En die is na de oorlog, na de capitulatie, is hij bij de spoorwegen gegaan. En die heeft er iemand ontmoet. En die heeft gezorgd dat hij met 9 anderen, er waren onder 1 vrouw, een Jodin, ze hebben ze een boot, een soort reddingsboot gestolen. En dan zijn ze met z'n 9 zijn ze daarna mee naar Engeland gevaren. En ze zijn er ook gekomen. Allemaal. En die is daar, is hij weer bij de Irene-brigade terechtgekomen. Want die hebben ook 100 mariniers bij de Irene-brigade met de landing meegedaan. En die kwam toen in Holland weer terug. Ik bedoel, een flinke jongen. En dan heb ik er nog een, die heet Jan Bulthuis. En die heb in Assen, uit een gevechtsgroep, is ook op de tv geweest. Door het Oog van de Naald heette dat programma. Die heeft met een gevechtsgroep, die heette de Gideonsbende,
hebt die hoe heet het, de gevangenis in Assen, daar zaten 32 verzetstrijders gevangen. Die werden ter dood veroordeeld. En die heb je een dag voor die tijd, met zijn groep, hebt hij die weten te bevrijden zonder een schot te lossen. En dat vind ik een knap staaltje. En hij heeft dat helemaal uitgedokterd, want de Duitsers die liepen daar 's nachts de wacht. En overdag deden daar Hollandse bewakers. En dan hebben ze een bewaker, die voor 100% betrouwbaar was, hebben ze in de arm genomen, hoe ze dat van binnen uitzag. En ze moesten ook sleutels hebben natuurlijk. En hebben ze dus een plan opgemaakt. En de zuster van mijn collega, die is daar dagenlang op post gestaan om te kijken, tijdstip van aflossing van die Duitsers en die Nederlanders. En er zat een kwartier tussen. En in dat kwartier, die Duitsers gingen altijd eerder weg, want die laden een onderkomen daar vlakbij. En dan kwamen die Nederlanders en die hadden dan de bewaking overdag. Ze hebben dus die bewaker hebben ze in de arm genomen. En die heb dus 's morgens een hele kort verhaal nu, maar het is een hele geschiedenis geweest. Die hebben die bewaker, die deed de deur open en die hebben ze dan zogenaamd gelijk gekneveld en in de cel gestopt, sleutels gepikt. En toen hebben ze de gevangenen bevrijd. En ze hadden 2 vrachtwagens met chauffeurs in Duitse uniform en nog een paar lui allemaal in Duitse uniform. Hadden allemaal ook gejat of wat ook, weet ik veel. En die hebben die gevangenen in die auto's geladen en hadden van tevoren de adressen waar ze kwijt konden. En dat is voor 100% gelukt, zonder schot lossen. Dat vind ik knap. Van de mooie hier, derde klas. Bulthaus. Hij heeft ook een onderscheiding gehad, bronzen kruis daarvoor. En het is ook uitgezonden. Het is nagespeeld door een toneelgroep. Ja. Alleen degene die daar nog van leven en gevangen hebben gezeten en bevrijd, die doen dan de woordje en ook zo tussendoor. Okay, ja. Ik heb daar de band ook van. Ja, dat vind ik knap. Ja. Ja, jongens, het dorst van de ja, oké. Okay. Dit is wel Klaus, dus ik denk dat het mooi is. Ja, vind ik wel mooi. Wij hebben wel een paar waaieren nodig, denk ik. Maar dit is af en toe wel, toch? Dit verhaal is ook opgenomen dan? Nee. Nee, toch? Nee. Ook zeker. Een vraag. Ik ga af en toe even terug, hoor. Ja, doe maar. Ik vraag me af, wanneer en waar zag u het voor het eerst Duitse soldaten? Duitse soldaten? Hmm. Toen op weg waren naar de brug. Dooien. Geen levende. Toen lagen de eerste gesneuvelden bij de vier leeuwen. Dat was vier leeuwenbrug volgens mij, ja. En levende? Wat zei je? Levende? Ja, bij die schimmen. Want die gaan niet op de brug staan en hier ben ik. Die gaan van dekking tot dekking natuurlijk, hè? Dat doen wij ook. Maar juist bij dat sprongetje maken, dan moet je hem proberen te pakken. En ze hebben steeds geprobeerd toch naar de overkant van de brug te komen. Maar met tussenpozen op den duur, hoor. Want in de eerste dag was het natuurlijk het hevigst, hè? Want ze dachten dat ze die brug even over konden komen. Maar die mariniers, die hadden ze goed te pakken. Ja. En het typisch is, dat hoor ik dan naderhand, dat de meeste Duitsers zijn gesneuveld met een kopschot. Nou, ik zeg dat kan, want wij waren scherpschutters. Dus die hebben dat goed gedaan. Ja. Zij altijd, als je schiet, elk schot in 1 vogel. Altijd raak schieten. Maar ja, het ligt me aan hoe beverig ben je, hè, voor het eerste schot. Ja. Was u beverig? Ik denk het wel. Want ik bedoel, de helden bestaan niet, volgens mij. De ene die is een beetje koelbloediger dan de ander. Maar ze hebben allemaal angst, want iedereen die wil haar doorleven, hoor. Ik ook. Dus, maar ja, het is je vak. En teamwerk, hè, is zeer belangrijk. Dat je op je maten kan bouwen. Dat ze je altijd bijstaan. En nooit laten gaan. En dat gebeurt bij ons. Kameraadschap staat overal. Boven de kantine waar je komt, kameraadschap. En dat is zo. Tegenwoordig werken ze met buddies. Hè. Ene zorgt voor de ander en de ander zorgt voor de ander. Dus vooral in de koudweertraining is dat zeer belangrijk. Dat je op je maten let. Of ze geen bevroren neus of oor hebben, dan kan je dat
vrij hebben weer elkaar niet in de steek laten. Nooit. Nooit. En dat blijkt nu wel, nu mijn dit is overkomen, dat ik zo ontzettend veel reacties krijg, terwijl er misschien één of twee dat hebben gehoord en dat doormelden en ze belden mij op en ze komen naar me toe. Zelfs een paar generaals. Kunt u vertellen wat u is overkomen? Nou, ik ben wat betreft mijn ogen bedoeld. Ja. Nou, ik heb dus het algemene kwaaltje, wat ze zeggen, staar gehad. Nou, daar kon ik van afgeholpen worden. Ze hebben mij dus geopereerd. En dat is goed gelukt. Ik was er dol enthousiast over. Maar dat heeft maar heel kort geduurd. En dat ging gewoon slechter zien. En toen ben ik weer naar de oogarts gegaan. En die zegt, ik ga je staaroperatie. Maar afgesproken wanneer. En toen ben ik erheen gegaan. Dan had mijn ogen al gedruppeld. Kwam de dokter nog. En hij zei, nee, ik ga het foto's laten maken. Want dat is van jou wat anders. Nou, toen hebben ze dus een hele serie foto's gemaakt. Eerst zonder na de hand hebben ze me een injectie gegeven van vloeistof. Nou, toen kwam de arts na een poosje na en hij zegt, het is ernstig met jouw ogen. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, nou, je netvlies zijn aangetast. Hij zegt, en daar kunnen we helemaal niks aan doen. Dus mijn vraag, word ik blind? Hij zei, nee, je wordt niet blind. Hij zei, je gaat alleen steeds slechter zien, maar je blijft wel zien. Maar ja, de laatste paar weken is het aanmerkelijk slechter geworden. En ik ben dus vorige week naar de dokter weer geweest. Hij zei, ja, het is slechter geworden, maar geloof me, je wordt niet blind. Daar zit ik echt mee. En ik kan dus niks meer lezen, niks meer schrijven. En ik heb gewoon hulp nodig als ik wat moet. Dat kent niet mezelf. En dat valt mij daartegen natuurlijk, hè, zoiets. Dingen die je heel normaal, waar je nooit meer stilstaat, dan zie je nou hoe belangrijk je ogen zijn. Alles is belangrijk aan je lichaam, maar dit zijn er wel hele belangrijke dingen. Dat je niet meer kan zien wie er voor je zit en wie je passeert. En ik luister dus meer nu als anders naar de stemmen, dat ik weet, oh ja, dat was die. Dan kan ik me dat beeld een beetje voor me halen, wie het is. Want bijvoorbeeld, dat is niks denigreren, maar ik zei nog, die jongen had een piercing. Weet je wel, zulke soort dingen ga ik erop letten. En toen heb ik niet doorgehad dat hij, want dat is een vrij lange jongen. Maar daar ga ik nu wel op letten. Net vanmiddag kwam er eentje hier die vroeg of ik thee moest. Dat is een jongen die is over de 2 meter. En die herken ik dan aan die lengte, maar niet aan zijn gezicht of wat. Wanneer merkt u voor het eerst? 5 mei ben ik met mijn auto naar Wageningen gereden om bij de laatste parade te zijn van de bevrijding. En daar merkte ik onderweg op de borden, de blauwe borden, dat ik de namen niet meer kon lezen, wat erop stond. En ik kon nog wel de weg goed zien. Wel minder, maar toch nog goed. Ik ben dus naar Wageningen doorgegaan. En daar wist ik goed de weg, want ik kwam er elk jaar. En ben ik naar die grote tent die ze daar neergezet hadden gegaan. En daar moest je bij je eigen onderdeel melden. Daar kreeg je dan ook papieren en weet ik het. En een etenbon voor het eten. Nou, en dat heb ik nog kunnen vinden. Maar niet op de bordjes kon ik het lezen. Ik ben gewoon er rondgelopen en toen zag ik oude collega's. Want wij mochten voor het eerste jaar ook met een beret op. Wij hebben altijd zonder beret. Men kent nou altijd een manier herkennen als een beret ook. En toen, nou ja, daar heb ik dus een poosje gezeten. Tot die parade begon, maar die heb ik dus gauw afgekapt. Ik maakte me zorgen hoe ik terug moest komen. Nou, toen ben ik naar huis gegaan. En de andere dag naar de dokter. En het verhaal heb ik net verteld wat er toen tevoorschijn kwam. Toen kon ik dus niet meer in mijn huis wonen en kon me niet meer voor mezelf zorgen. En de arts heeft me verzorgd dat ik hier terug kwam. En dat is het einde van de loopbaan
van een beroepsmijnheer. Ja. En je denkt altijd dat het een ander overkomt, maar dat zie je maar. En dan word je een beetje eenzaam. Maar ik heb een hele hoop goede collega's. Ik heb al gezegd, morgen dan word ik opgehaald. Uur of 12 komen ze en dan gaan we lekker eten. Een beetje babbelen. Dus de oud-mariniers ziet u nog steeds? Ja, er zijn allemaal officieren. Die nu, ja, en ook nog aan een adjudant. Dat komt ook nog. Maar die hechte band die blijft bestaan. En iedereen kent mij, hoor. Ik ook even bij vertellen. Van de oude garde dan. Want er zijn jongens die zijn in dienst gekomen toen ik al gepensioneerd was. Dus die kennen mij niet. Maar die oude garde, die kent men. Ja. Een beetje trots ben ik daar wel op. Ja. Ik zit graag onder die club. Wij spreken dezelfde taal. We begrijpen elkaar. En dat is zeer belangrijk. Ja. Dan weet je wat kameraadschap is. Maar ja, dit is het einde van de verhaal. Ik weet dat het nooit meer goed komt, dat weet ik. Als je een griepje hebt, dan kan je nog eens zeggen, nou, volgende week ben ik weer beter, maar dit niet meer. En dan moet ik gewoon even aan winnen, omdat het zo snel is gegaan. En dat zal je ook wel begrijpen, denk je. En verder. Had u eigenlijk een beeld van wie uw tegenstander was toen? Voor die tijd niet. Nee. Ik interesseerde me eigenlijk ook niet zoveel. Ik leefde mijn leventje in de gezinnen en bij het korps. En wat daar buiten gebeurde, ja, dat hoorde ik wel. Maar trok mij er nooit zoveel van aan. Ik was helemaal bezig met manieren spelen. Echt waar. Ja. Ik vond het zo mooi. 'S morgens appel was op de achterplaats. En dan gingen we afmarcheren naar Krooswijk. Want daar hadden wij onze exercitieterrein, onze hindernisbaan. En een exercitieloods waar een kanon stond voor kanonnen-exercitie. En het bedienen van dat ding. En je had daar. Allerlei faciliteiten voor te sporten, weet je daar. Dus dan gingen we daarheen en dan was het de tamboers en pijpers voorop met de glimmende trommen en de glimmende fluiten en dat ging dan door Rotterdam heen. Dat vond ik fantastisch, ja. Ja. Daar leefde ik voor. En alle oefeningen en lessen, hoe zwaar ook was, dat vond ik prachtig. Ik was een gezonde jongen en ik kon er goed tegen. En ik heb het, ik heb het aardig gemaakt. Vind ik. Dat is mijn 3 en ik ben als kapitein gepensioneerd. Nou, meer zit er niet in, denk ik. Maar u had geen beeld van een tegenstander toen? Nee, toen niet. Nee. Maar wij hadden nog nooit een tegenstander gehad en we waren er ook niet over ingelicht. Van jongens, want iedereen kon toen toch weten, achteraf dan, denk ik, waar die Duitsers mee bezig waren toen. Wat was het, Polen en weet ik het allemaal. En ze kwamen toch niet hier, bij Nederland. En ik was nog zo, we hadden een waterlinie. Nou, daar kwamen ze natuurlijk ook niet door. Nou ja, en we hadden mobilisatie, en we hadden kanonnen. Zo dacht ik. Dus ik denk, nou ja, hier komen ze toch nooit. Nou, ze kwamen. En hoe? En wij hebben nooit gedacht over parachutisten. Dat is mij altijd zo wonderlijk. Dat, op een gegeven moment zag je daar lui in de lucht hangen. Dat had ik nog nooit gezien. Daar stond je gewoon naar te kijken. Terwijl we ze eigenlijk er naar beneden hadden moeten knallen. Maar god, moet je kijken wat daar. Want wij lagen dus in die kazerne op de tweede verdieping. En daar stonden we voor de open deur heel vroeg s'morgens te kijken. Maar kijk, ja, en toen kwamen gelijk die jonkers aanvliegen.
Ik zag het piloten zitten. In gelijke hoogte met de kazernevloer. Dat zijn die driemotorige vliegtuigen met een soort golfplaten lichaam hebben die vliegtuigen. Daar kwamen ook die parachutisten mee. En er zaten ook boordschutters in met milieus. Nou ja, en toen kwamen we natuurlijk middenin en kwamen we terecht bij ons. Ja. Ik wou wel weten hoe ik me eigenlijk op dat moment, dat weet ik niet meer. Of ik nou dacht van, we zullen ze even pakken of zo, ik weet het niet meer. Want wij dachten altijd dat wij onoverwinnelijk waren. Nee, wij waren iedereen de baas. Ja, vergeet het maar. Ja. Wat voor orders kreeg je toen? Nou, de orders, hoor. Laat ik dat even vertellen. En, nou ja, we volgen. Nou, volgen. En een bepaalde tactiek hebben we eigenlijk nooit goed besproken. Van nu ga jij in dit, want dat heb ik naderhand wel goed geleerd. Maar in die oorlogsdagen hadden wij geen echte. We gingen achter elkaar en we gingen naar de brug. En had je dat die catacombes, daar gingen we zo onderdoor. En dan had je de oprit van de brug. En daar zouden we overheen moeten. Ik ben er nooit tot beneden geweest, wel. Daar werd je afgeknald. Er zijn toen ook 4 man gesneuveld van ons. Kende u die mensen? Zo? Kende u die mensen? Ja. Ja, ja. Ja. Ik kon ze allemaal. Wie waren dat? En de sergeant, marinier 1, Meulmeester. Of Meulman. Daar wil ik van afwezen. En Bossert. En dan een sergeant van Espen. En dan had je, hoe heet die andere marinier? Was ook marinier eerst. Ik ken zijn naam, maar ik kan er niet op komen. Was ook een marinier eerst, dat kon ik ook. Ja, ja niet dat ik nou speciaal bevriend met Mark Onze. En die Meulman, of Meulmeester, dat was onze baksmeester. Dus die hoorde bij onze opleiding en dat was een hulpinstructeur. Die bij eenvoudige lessen, geweer en exercitie en zo, dat gaven ze je dan. Ja. Ja, die kon ik, nou. Ja, van de gesneuvelden, daar ken ik er nog wel een paar hoor. Ja. Maar dat beeld van dat bombardement, dat klinkt nu nog in mijn oren. En die mensen, een hele stroom met vluchtelingen. En wat ze meegenomen hadden, sommigen, dat je denkt, mensen, waar maak je het toch druk om? Ja, dat zijn dingen die misschien een speciale waarde hadden voor die mensen. Die grijpen dat dan. Ja. En wat deed u toen het bombardement begon? Nou, ik zeg, wij waren dus in Kralingen, bij Mecklenburglaan. Ze wouden inventaris opmaken, wat we nou kwijt waren en wat er nog was. Toen kregen we de eerste mortiergranaataanval. En toen wij uit elkaar gestoven waren, want wij gingen natuurlijk niet meer daar staan. Zo goochel waren we ook nog wel, want dat lag onder vuur, door mortieren. En toen zijn wij ook onder een bomenhaag die je daar had, een soort drie, een driesprong was dat. En dan had je in het midden had je daar een stel bomen, daar hebben wij onder gezeten, ook maar een heel stel burgers. Nou, en toen kwam dat grote bombardement. En toen ben ik daar vandaan gevlucht. Iedereen vluchtte alle kanten op. Overal heen. Ja. Nou, ik kwam in zo'n brandgang tussen die huizen terecht. En door de luchtbrug, er waren de houten schutten, die stonden gewoon tegen elkaar te klapperen. Dat was een gewaarwording, zeg. En toen brandde, want er is een hele hoop, eigenlijk door dat, niet allemaal door de bommen, maar door de brand verwoest. Die brand sloeg over. Ja, als je dan na dat bombardement dat Rotterdam zag, ja, jullie zullen wel foto's gezien hebben, dat was verschrikkelijk. Wanneer zag u dat voor het eerst? Nou, kort daarna hoor. Want dat was al heel gauw daarna. Ja. En we hebben dagenlang hebben wij daar overdag een soort politiediensten verricht.
En allemaal die, het rookte nog en het stonk nog. En er waren een hoop zaken. Mensen die kwamen naar kijken wat er van de zaak over was. Die moest je dan begeleiden. Nou, die vonden geen moer terug. Niks. Wat ik me ook altijd afgevraagd heb. Je al hele grote juwelierszaken. Nou, die zaten stijf vol met sieraden en alles. Niks vond je meer terug. Het is allemaal gesmolten of zo, denk ik. Ik weet het niet. Ja. En er waren een paar gebouwen die stonden nog. Bijvoorbeeld, ik geloof dat het CNA was. CNA-gebouw. Die stond ergens aan het eind van de Koolsingel. En dat stond nog helemaal. Het oostelijk zwembad, waar wij al de zwemles kregen. Dat stond er ook nog. En eromheen was alles plat. Je had sommige gebouwen die waren gewoon gespaard. Nou, het gemeentehuis. Ook. En daar, aan een paar honderd meter, werd er soms CNA. Want ik zie dat gebouw nog steeds. En dat stond er nog. Ja. En dan die kerk. Ja. Het was een troosteloos gezicht, dat kan ik je wel vertellen. Nou. Vooral als je nog nooit van zijn leven zoiets meegemaakt hebt. En dan... En nu zie je het overal, de hele steden in elkaar. En die oorlogsdagen gingen ze, elke dag gingen ze Duitsland plat gooien. Maar toen was dat voor het eerst van mijn leven dat ik dat meemaakte. Ja. Ik weet niet of er nou nog mensen zijn die daar nog last van hebben eigenlijk, of wat ook, dat weet ik niet. Ik heb er wel last van gehad. Doordat ik opgesloten heb gezeten. Daar heb ik het meeste last van gehad, ja. Ik heb het nog hoor, dat ik wel eens, dat ik, hier moet ik uit. Dat benauwt me. Ja, misschien is het dat. Ik weet het niet. Ik wil het mezelf ook niet aanpraten, want dat helpt ook niks. Oké, goed. Ja. En die borstel die gesneuveld is. En sorry, wacht even hoor. Ik zal zo de vraag opnieuw stellen. Oh, oké. Okay. Kan die? Ja, ik kan. Gaat uw gang. Ja, die borstert die gesneuveld is bij die oprit. Dat was één van mijn maten. En de tweede, dat was een goede maat van mij, was een Jan Binkhorst. Die is inmiddels overleden. Ja. Dat waren de maten waar je mee ging passagieren. Weet je wel. En, dat gaat overal zo. Je kiest je kameraden en die kies je waarom. Die past het best bij je, denk ik. Ik weet het niet. Maar dat waren mijn goede maten. Die Schevening, die borstel die gesneuveld is, was een Scheveningse jongen. En die sprak zo ontzettend mooi hoe heet het? Haags. Dat vond ik altijd schitterend. Echt Hagenees. En dat was een aardige knul gewoon. En altijd goede buien. En altijd ergens een opmerking over. Die. Dat was een heel ad rem man. En die paste wel bij mij. En Jan Binkhorst, dat weet ik niet. Mijn hele diensttijd door, daar kwam ik hem overal tegen. En altijd, ja. Maar hij is helaas jong overleden. Maar het was dus een kameraad van u die u voor het eerst zag sterven, of niet? Ja, ja. Kunt u vertellen hoe dat precies ging? Nou, dat was maar heel kort hoor. Want die gingen dus kruipend en springend naar voren om bij die mitrailleur te komen. En dan kregen gelijk een riedel eroverheen. En dan zie ik hem opwippen. En dat was het. Hij werd gewoon een beetje heen en weer geschud door die kogels, denk ik. Ja, dan gebeurt er wel wat met je, hoor. Ja. Die had ik een beetje strot gegrepen. Maar ja, dat kwam natuurlijk nooit voor. Ik zou iemand dan ook met een bajonet af kunnen maken. Die mijn maat dat doet, ja. Ja. Maar dat is nooit gebeurd hoor. Maar ik weet niet wat er dan in je gaat leven. Dus die dagen zoveel om je heen gebeurt. Je wordt gewoon een ander mens, volgens mij. Je bent op jacht naar andere mensen. Een beetje moeilijk te beschrijven, vind ik. Ja.
Ja, als je uit zo'n klein dorpje komt als ik en eigenlijk niks van de stad af weet en je wordt dan aan ene geconfronteerd met zoiets, dan, ja, dan gebeurt er wat met je. Nou. Ja. Maar ik was zelf een hele zelfvertrouwde schutter, hoor, want ik was natuurlijk als scherpschutter voor ik in dienst kwam. In 1938 heb ik daar dat diploma gehaald. Dus ik kon schieten als de beste van de klas. Ik won ook altijd prijzen. Dus ik was heel zelfverzekerd wat dat betreft. Als er wat voor me lopen kwam, dan was het raak. Absoluut. Ja. En dat heeft u dus ook aan de Maasbruggen gedaan? Ja. Ja, ik niet alleen, hoor. Denk dat niet. We waren wel bezalen. Want ik heb niet zulke helder daden. Ik heb gedaan wat er gedaan moest worden. En voor de rest ben ik een hele gewone jongen die marinier was en die orders opvolgde. En zo goed mogelijk. Maar hoe zat dat precies aan die Maasbrug? Want u zat daar met hoeveel mensen? En waar precies? En hoe had u dekking? Nou, die dekking zijn allemaal natuurlijke dingen. Die kon je daar zelf niet meer maken. Wij bij die admiraliteitskade konden wij een zandzakkenstelling bouwen. Maar hier was hij dus de aanvaller. En daar was hij de verdediger. Want dan kroop je in zandzakkenstelling. En nu moest je dus voorwaarts. Maar dan moest je dus, als je die vijand te pakken wou nemen, moest je wel die brug over. Nou, dat hebben wij nooit gefixt. We hebben ze wel tegengehouden. Maar wij zijn nooit de brug over geweest. En nou gaat het verhaal dat er toch mensen zijn, maar dat is volgens mij met de kapitein, die toch nog kans hebben gezien om de overkant van die bruggen te komen. Maar hoe, weet ik niet. Je ziet alleen maar het wereldje waar jij op dat moment in loopt, hè. Want met zoveel we waren, nou, dan moet ik gaan schatten. Ik weet wel dat je patrouille, toen we erheen gingen, ik denk dat het een 30 man was, ongeveer. Maar een ruwe schatting, hoor. Want er waren ook nog een stelletje lui van de Jan van Galen bij. En aan het eind? Hoeveel waren er over? Nou ja, we hebben twee man verspeeld. Van ons clubje. Maar daarvoor zijn er ook al mariniers gesneuveld. Van die andere eenheden. Ja. En de Suzanne Major was in zijn achterwerk geschoten, geloof ik. En er zijn nog een paar gewonden zijn er geweest. Door granaten. Maar niet dood. En wist u wanneer u iemand geraakt had, als u schoot? Gelukkig niet. Maar ik zeg al, ik, als ik schiet raak. Dus als ik wat ziet en schiet, wat bij die bruggen altijd vijanden waren, want niemand kwam er anders. Dan schoot ik, maar dan schoten we met z'n allen. Dus wie raakt nou niemand? Ik weet het niet. Misschien ik wel. We zijn met z'n allen de strijd ingegaan, dus. Heb je wel eens een 30 man gelijk horen schieten? Nou ja, dat is een kogelregen natuurlijk, hè. Want onze mitrailleur die was op dat moment uitgeschakeld. Maar er zaten natuurlijk nog andere eenheden van ons. Die zaten in het Witte Huis met mitrailleurs. En in het Maasstation, of het Maashotel. Die waren daar de eerste dag, geloof ik, al ingekomen. Die zijn door de ramen naar binnen gekropen. En die hebben een mitrailleur omhoog gehesen. En die zijn van daaruit de bruggen gaan bestoken uit de flank. Dus die zagen nog op een verdere afstand die moffen. En we kregen dus vuur van hun. Ja, ze hadden ook kanonnen bij de, denk ik. Tenminste, licht geschut. En mortieren. Die hadden wij niet. We hadden geen mortieren, we hadden alleen maar handvuurwapens. Het wapen was mitrailleur op de zoveel man. En de officieren hadden een pistool en wij hadden allemaal een geweer als wapen. Dat waren allemaal semi-automatisch. Nee, dat waren dus repeteergeweren. En de mitrailleur was dus automatisch. En wat is dat, een repeteergeweer? Nou, dat is dat je elk schot moet je de grendel open en dicht doen. Dat is een repeteergeweer. Dus heb je een schot gedaan, dan moet je de grendel. En dan duw je er weer een nieuw patroon met die grendel mee naar voren. En dan kan je weer één schot doen. Dus toen in Amerika kregen we een semi-automatische geweer. Dus een patroonhouder van achterin. Je achter elkaar 8 patronen afschieten. Zonder te laden. En dat was al een heel voordeel natuurlijk. Semi-automatisch, half-automatisch.
Maar die mannen gerepeteerden weer. Die waren dus, ja, hele oude wapens. De hele landmacht was er mee bij. Wij hadden toch de tijd gehad van het gebroken geweertje. De soldaten, die waren onbelangrijk. Nee, leg dus uit. Gebroken geweertje? Nou, iedereen was tegen de defensie. Wanneer? In die tijd, ongeveer. Daarvoor. Er werd geen geld voor uitgetrokken, hoor. Althans, niet genoeg. Er waren lui, die wouden die Wehrmacht gewoon weg hebben. Dat waren gewoon lui, die waren er tegen. En de gebroken geweer, dat droegen ze ook als insigne. Gewoon geknakt wapen. We drongen ineens tot me door voor een klein groepje, dacht ik. Zal ook wel. Die dingen, daar ging ik niet op in. Ik was militair en met hart en ziel. En dat was mijn beroep. En daar word ik het mee eens. Voor koning in het vaderland. Ja. Zo dacht ik. Ja. Alleen ja, ik zeg wel, ik ben een verkeerde tijd in dienst gekomen. Hè? Want ja, ik ben daar natuurlijk niet voor in dienst gegaan. Maar ja, toen kreeg je die oorlog, bezettingstijd. En daarna gaan, dan moest je er weer tegenaan. Kreeg je daar de politionele acties. En, ja. Daarna Nieuw-Guinea. Nou, ik denk, nou, daar begonnen ze verdomme weer te sodemieten. Hebben we weer daar die ellende gehad. Als ik ergens kwam, was dat er van een hand. Maar goed, ik ben er ook daar ben ik goed vanaf gekomen. Maar ja, dat was weer een heel andere oorlog. Die werd uitgevochten in de jungle. Ja. En in die was ik het. Na 3 jaar was ik het helemaal zat. En dat moet je niet opnemen. Maar wat ik toen wilde, dat ze me door mijn poten of mijn armen schoten. Dan kon ik er eens een keertje rustig, jaar in, jaar uit, elke dag en nacht, altijd maar bezig. Ik was het moe, ik was het zat. Ik denk, ik wil wel eens een poos in het hospitaal weg. Ik wou niet dood hoor, helemaal niet. Maar ik denk, nou, een schot in mijn poot of zo. Dan ben ik een paar weken bang. Maar dat ging niet door. Dat hebben ze niet gedaan. Maar zover was ik, echt waar. Dan word je oorlogsmoe, volgens mij. Iedere keer maar weer. Elke nacht maar weer oppassen. En dan die patrouilles van 40 kilometer soms. Hè. En dan ging je maar weer. Met je rugzakje op. Dus dat werd ik zat. Nou ja. En toen dacht ik naderhand, nou ja, toen was Indië was weg. En dan hadden we Nieuw-Guinea nog in de West. Nou ja, toen werd ik weer naar Nieuw-Guinea gestuurd voor 18 maanden. En ik weet het nog goed, ik zat in de bioscoop s'avonds, een openluchtbioscoop. Onze stoelen waren benzinedrums waar je op zat. We hadden helemaal niks. En toen was er weer een alarm. Nou, de andere dag werd ik ingevlogen naar de Etnabai, want daar waren ze weer geland. Die ploppers. Met de Catalina erheen. Nou, achter die lui lopen vangen en we er ook een heel stelletje gevangen en ook nog een stelletje gesneuveld. En ik heb de eer gehad om er in 2 keer hoor, 2 x 10 van die gevangenen naar Hollandia te brengen. Want daar was de gevangenis, hebben we ze afgeleverd bij de gevangenis. Ja, dat was een mooi baantje. En toen was de volgende groep, we hadden er weer wat gevangen, dan heb ik ze ook weggebracht. Ja. En de tweede term, toen ben ik het een beetje misgelopen. Daar had ik een baantje, een hele mooie baan, Manakwari, luchtzeetransportofficier. En ik had altijd de eigen auto van de baas. En daar heb ik een rustige term gehad, laatste term. Nou, toen dacht ik, nou is het over en uit, maar toen moest ik toch maar weer een term gaan maken in Curaçao en Aruba. Maar dat was een beetje meer gewone tijd, hè. Er was niks aan de hand. Had je wel een goede tijd. Ja. Toen heb ik nog een jungle training gedaan in Suriname. Ik ben een paar maanden geweest. Ja, vond ik het mooi. En dat was het. En wanneer bent u met pensioen gegaan?
Wat zeg je? Wanneer bent u met... 1972. Augustus. 72, ja. Ik heb mijn laatste dienst uit de Valkenburg doorgebracht. Vliegveld. Een detachement mariniers van 104 man. En ik was daar de opvolgend kopiescommandant. Of detachementscommandant. Die bel heb ik gekregen van de jongens toen ik wegging. Ik had een bootje laten bouwen en er moest een bel op. Ja. Even pauze. Maar dit verhaal komt er toch niet door. Kunt u gewoon even, kijkt u maar even uit het raam zo'n beetje. Zo. Ja. Een beetje hier naartoe zo. Was het zoals u verwacht had, de meidagen? Wat bedoelde? Had u verwacht dat de oorlog zo zou zijn? Nee. Ik zeg al, ik heb geen van allen van ons, denk ik. Nee, echt niet. Wij stonden gewoon te kijken daarna. Dat drong niet tot en door. Ik sta zo naar die, ik zie toch die jonker zo langs vliegen. Denk ik, hey, dan zie je de ploot zitten. Want die had daar zo'n lading gedropt boven de Maas. Ik ging naar beneden en ging mijn eigen wassen. Dat moest er ook gebeuren. Zo. En toen kwam ik dan die officier beneden tegen. Die Douwe van de Krabben, een zeeofficier. Een hele beroemde familie, Douwe van de Krabben. Wat zei hij? Want die alarm, riep hij. Alarm. Ja, we hadden wel geleerd wat alarm was. Nou... in de praktijk ook waar was. Nou ja, en de officier van de wacht die je had natuurlijk, die moest de maatregelen gaan nemen. Ja, een hoornblazer die blies het signaal alarm, dat hadden we ook wel goed geleerd.
En nou ja, iedereen ging doen wapen en dingen omhangen. En zich klaarmaken en aantreden beneden. En daar werd je dus ingedeeld. En de groep werd daarheen, dan daarheen. En wij werden als laatste eigenlijk. Hè? Omdat wij de jongste opleiding waren. En die anderen werden dus de eerste ingezet. Dus die hebben eigenlijk een beetje de stoot opgevangen daar bij die bruggen. Daar ben ik dus niet bij geweest. Dat zijn de jongen, oude jongens, zou ik maar zeggen. En daar hoorde je dat op een gegeven moment knetteren, dat werd steeds erger. Nou ja, dan wisten we wel dat wat er aan de hand was. Ja, maar ja, je bent nog een jong jochie en je denkt, wat hangt er nu boven mijn hoofd? Ja. Nou, dat hebben we dus geweten. Wat er nog boven ons hoofd. En wanneer schoot u voor het eerst? Ja, dat op de lantaarn. Ja, als ik eerlijk moet zijn, was op die lantaarn. Die niet uit wou, maar daar was ik niet enigste hoor. Ik weet ook niet of ik hem geraakt heb, want in het donker schieten, dat is nog vrij moeilijk hoor. Ja. Het is bijna niet te verklaren meer, hè, hoe je je toen voelde. Ik weet precies te vertellen hoe ik me voelde in dat pakhuis. Dan ruik ik de stof, als ik erover praat. Ja, dat is raar, hè? Maar het is zo. Daar zat ik als een rat in de val. Ik denk, ik kom nooit meer uit. Hier ga ik dood, dacht ik. Ja. Dat heb ik echt gedacht. Tot dat kleine gaatje in de deur. Waar iedereen doorheen wou. En die mijn eerste klas, die dat gat gehakt heeft, dat hoor ik ook daarna. Die nam toen de leiding. En dan begin je, want als je met z'n tweeën door een gat waar maar één, dan kom je er alle twee niet door. Dus die, maar ze vragen wat heeft dat lang geduurd? Dat kan ik niet zeggen. Of het nou 4 minuten of 14 minuten geweest is, of nog korter, dat weet ik niet. Wij vluchten dat hok in, omdat die stoekasten zo op ons afkwamen, om weer een lading los te laten. En toen is dat in elkaar gesodemieterd. Want dan had ik net als mijn maat Loontjes gewoon buiten omgelopen. Of was er maar ook niks gebeurd. Maar instinct, wegduiken. En er bleek een hele hoop te zijn geweest hoor. Ik niet alleen. En dat ik daar aan de voorkant weer de ravage zag. En dat die adjudant met mijn mooie oude kazerne stond te kijken naar die gevel. En de mijn bij mijn haren pakken. En zei, ja, ga eens bekijken of er nog collega's van je binnen zijn. En dat ik daar die hal doorloop en dan zie ik die trappen allemaal in de brand. Hitte. Verschrikkelijk. En dan ben ik natuurlijk teruggegaan. Maar die adjudant die ging zelf niet. Die stuurde mij. Ja. En dat zijn dingen die blijven hierbij. En dan de weg naar de Maasbruggen natuurlijk. Hè, om daar te komen. Maar dat lukte. Maar welke route volgt u precies? Ja, ik zou wel eens graag willen weten. Het loopt langs het water. Als je nou op het Oostplein staat, nu, dan staat daar standbeelden en dan staat er een hoge flat. Toen was dat helemaal anders, want daar lagen, waar die flat stond, daar lagen onze sloepen. Dat was water. En dan ging je, en had je daar had je dus om. Dat water loopt er nog. Dat gaat zo naar die oude scheepswerf die je daar hebt, bij het Witte Huis en Bolwerk geloof ik dat het heet daar. En dan heb je, dat water zijn we langs gegaan. Maar hoe dat nou heet, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Je had het Oogleidersgesticht had je daar, toen. Dat hebben ze toen ook geëvacueerd met het bombardement van de kazerne, want dat was er vlakbij. Maar hoe dat water heet, ik weet het niet. Echt niet. Maar werd u continu beschoten onderweg? Of hoe? Nee, we zijn wel een paar keer daar op het dak opgejaagd om te kijken, want er werd vanaf de daken geschoten. Maar ik heb nooit wat kunnen vinden hoor, echt niet. Dan ging je bij die mensen die daar woonden en dan ging je het dak op. Die huizen die meestal allemaal aan elkaar gebouwd. Kon je van de ene met een beetje klimwerk kon je zo over naar de andere. En wij dachten dat ze tussen die huizen heen zaten. Maar men zegt toch dat ze er gezeten hebben. Ik heb het nooit gezien. Echt niet. Beter ook dat ik het niet gezien heb. En
En toen u bij de Maasbrug was, was u aan het front. Was u? Bij de Maasbruggen was u aan het front. Eigenlijk wel, ja. Ja. En hoe, want dat was het punt waar die Duitsers overheen wouden. En werd er dan continu gevochten of met tussenpozen? Nee, nee, niet continu. Die lui die moesten dreigen ook herstellen. En ze kwamen ook niet met hele drommen. Maar ze zaten wel aan de andere kant, op Noord-Eiland. Vanaf dat Noord-Eiland werden wij ook beknald. En ja. En daar heb ik dus ook nog landmacht gezeten. Op Waalhaven natuurlijk. Hè. Die hebben ook nog wel het een en ander gedaan, denk ik. Want je had daar dat vliegveld. Daar zijn ze begonnen. Op Waalhaven. En zo opgerukt naar de bruggen. In eerste instantie zijn er een stelletje overeen gekomen. En die zijn gesneuveld. En er zijn er geloof ik ook nog een paar gevangen genomen. Maar dat weet ik niet zeker hoor. Dat kan ik niet beamen. Dat is meer een gerucht wat ik gehoord heb. Dat weet ik niet. En in die tussenposes, hè? In die... Wacht even. Oh, één momentje. Ja? In die rustpauzes, tussen de gevechten door, ja. wat deed u dan? Sigaretje roken. Ja. En wachten op orders. En die orders die vlogen je om je oren. Waar ik allemaal niet geweest ben, ik weet het niet meer hoor. En er zaten echt niet overal vijanden. Echt niet. Maar het punt waar het om ging, waren echt de twee bruggen hoor. Daar ging het om. Want daar wouden ze gewoon overheen en doorstomen naar de Haag. Want dat was de opdracht. Dat hoor ik nadien natuurlijk. Ja, en dat, grofweg gezegd, lukte dus niet. En toen zeggen ze, nou dan gooien we de zaak plat. Klaar. En toen lukte het. Ten koste van 900 zoveel burgers. Want dat vind ik erg hoor. Poeh. Vrouwen, weerloze kindertjes, dat die daar allemaal de dupe van zijn geworden. Ja. Ik probeer een concreet beeld te krijgen van hoe die situatie was bij die Maasbruggen voor u. Want er werd af en toe gevochten tussendoor. Kunt u dat beschrijven? Nou, kijken, uitkijken. Of je wat kon bespeuren. Maar dat kon je niet altijd hoor. Want misschien hebben er wel veel meer achter die pijlers gezeten of achter die bogen, want dat was een ijzeren geval. En daar kletterden de kogels dan tegenaan. En ja, het was een beetje een... er stond ook op een of andere, volgens mij, een gevechtswagen van de landmacht. Die hadden ze het ook afgeknald. Een soort Puma noemden ze dat. En tonnen lagen er, waar ze misschien achter gezeten hebben met zand erin. Ze hebben schijnbaar van alles geprobeerd, hoor, die Hollanders ook, om die brug op te komen. Want wij wouden naar de overkant. En dat hebben ze dus niet meer gedaan. Want dat lukte niet. Het is natuurlijk een punt, zo'n brug. Je kent nergens geen kant op als je daarop bent. Je hebt ook geen dekking, ja, achter die bogen die er staan. Maar ja, daar kan je ook niet blijven staan. Maar, en toen hebben ze het ook nog met, wat ik al zei, motorfiets met zijspan en een mitrailleur erop. En al schietende naar voren, maar ja, dan zit er aan de andere kant, die liggen daar achter de geweer. En jij bent kwetsbaar als wat als je op zo'n motortje rijdt. Maar die had ook waarschijnlijk order gekregen om te gaan. Nou, hoe gaat dat dan in de praktijk als, hè, u bent daar, u bent daar bij die bruggen. Ja. En u zoekt dekking en ja. Tussendoor dan... Rookt u wat? Of wanneer eet u? Ja, wanneer gaat u naar de wc? Eet hebben we daar niet gedaan hoor. Nou, wc doe je ter plaatse. Dat is niet zo moeilijk. Dat ga je niet eventjes even op zoek naar een gedekt plekje of zo hoor. Maar daar heb ik eigenlijk weinig van gemerkt, van zulke soort dingen. Daar denk je denk ik gewoon niet aan. Ik tenminste niet. Nou. Ja, ik heb me best begrijpen dat je dat vraagt. Dat ik vraag me nu af hoe wij aan ons eten zijn gekomen. Het enige wat ik nog weet, dat ik op de Mecklenburglaan, toen we daar aangetreden, maar voordat we aantraden, stonden er van die grote blikken met zacht zure augurken. Daar heb ik er nog een paar van op staan eten. Dat weet ik wel. Maar hoe we verder aan een warme maaltijd, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Want onze kazerne was plat, met de kombuis weg. Ik weet het echt niet hoe wij ons eten zijn gekomen, nee. En slapen? Nou, dat is eigenlijk één nacht half geweest.
En dan zat je dus in die stelling toen. Dan lag je om de beurt lag je wel eens een beetje te soezen. Maar dan moest altijd gewaakt worden. Goed gewaakt worden. En de geluiden, dat was zeer belangrijk. Ja. Maar ik heb er geen s'nacht gezeten hoor, aan de bruggen. Want die werden goed in de gaten gehouden vanuit het Witte Huis. Dat ze dat niet in elkaar geschoten hebben, dat huis. Dat begrijp ik niet. Dat staat er nog. En je kan nog de kogelgaten zien zitten hoor. Die erop gezet, maar het staat er nog. Ja. En dat was een prachtpunt. Ik heb daar ook een televisie ding van gemaakt. Tenminste, ik niet. Toen het 100 jaar bestond. Hè, daar hebben ze mij ook gevraagd daar. Vijf vandaag geloof ik dat het programma heet. Zoiets. Daar is het op uitgezonden. Daar moest ik ook mijn verhaaltje over vertellen. Een minuut of 7 geloof ik. Maar als je bovenop dat Witte Huis staat. Nou, moet je kijken wat je van een schootsveldje dan hebt. En dat hadden ze al de eerste dag gelijk. Hadden ze dat door natuurlijk, die Hollanders. Die zijn er gelijk ingedoken. Met 2 of 3 meteors, dat weet ik niet. Want ik ben er zelf toen niet in geweest. Ja, en dan zit je vrij veilig natuurlijk, hè, in zo'n huis. Achter de ramen. Dan kan je een aardig wat schade aanrichten. En wanneer hoorde u voor het eerst van de capitulatie? Dat hoorde ik pal na het bombardement. Het bombardement was net afgelopen. En toen kwam de horde weer een beetje van alle kanten en hoeken en gaten tevoorschijn. En toen weet ik niet meer of dat nou door een officier of wie dan ook, maar in ieder geval, het werd er uitgebruld, we zijn gecapituleerd. Dat weet ik nog wel. En daar midden op het veld, daar moesten wij onze wapens in gooien. In eerste instantie heb ik het wel gedaan hoor. Maar toen hebben we opgepakt. En toen ben ik naar Den Haag gegaan. En heel stel. Ik weet niet of ik het in mijn uppie wel gedaan had. Ik denk er nog geen eens opgekomen. Maar door de hele stel, denk ik, ja, ga ik maar mee. Maar dat heb ik ook geen zooi aan het dijk gezet. Ja. Nou ja, en toen ken je het verhaal. Toen zijn we dus eigenlijk een beetje zoet gehouden. En, ja, wat hebben we gedaan? Een beetje politiediensten en verder is niks. Helemaal niks. Maar wie vertelde u dat u politiediensten moest doen? Dat we? Politiediensten moesten doen. Nou ja, je was gewoon weer onder marinierscommando, officieren van de mariniers. We waren daar weer een eenheid bij elkaar gebracht. Alleen, we konden niks meer, we hadden geen wapens. Nou, dat werd op een gegeven moment verteld. Is dat natuurlijk aangevraagd bij de commandant van die mariniers. Of ze mariniers konden leveren voor politiediensten. Nou, dan gingen er 20 mariniers en we losten elkaar af. Dan liep je daar in de gebombardeerde straten rond te dwalen. We hebben op een bepaald punt neergezet, daar moest je blijven. Nog gewoon een beetje heen en weer lopen, maar dat ging hoofdzakelijk voor stelen. Dat ze dus, verhaal gaat, of het waar is, weet ik nooit. Maar dat het bijvoorbeeld tijdens het bombardement ook nog gestolen is uit winkels. Dat de mensen liepen met bontjassen, met de kraag, maar met het kaartje van de prijs er nog aan. Ik heb het nooit gezien. Ik heb het gehoord. Maar geruchten waren al erg voor die tijd. Dus dat waren we niet. Maar toen u daar wacht hield, hè, in de stad. Ja. Heeft u nog pogingen van diefstal gezien toen? Nee hoor, ik heb niet gezien. Nee, echt niet. Wat deed u die dagen? Wat? Nou dat, en dan gingen we ook wel eens marsen. Een mars maken, om ons zoet te houden hoor. We deden, bij de Unilever had je een voetbalveldje erachter, een beetje voetballen. We deden eigenlijk niks, vervelen. Ja, uit raam hangen. En je had geen geld ook. Hoe lang dat nou eigenlijk geduurd, dat weet ik niet meer. Maar wel enkele weken hoor. Ja. Ja, en toen zijn de mariniers, die zijn naar Nieuwe Sluis. Dat is een militair kamp eigenlijk. Hè, waar lui bij, die niet in het lijntje willen lopen, gestraft worden. En die zitten daar dan in de cel. En overdag moeten ze zware diensten doen. Daar zijn ook een heel stel mariniers zijn gestuurd toen. En toen is het een beetje afgedruppeld. En dan zijn ze de dienst uit gegaan.
En de spoorwegen, die hebben een heel stel van deze jongens in dienst genomen. En er zijn er ook nog, die zijn overgestapt naar de marechaussee, waar ze later ontzettend spijt van gehad hebben. Want dat kwam uiteindelijk ook onder de Duitsers terecht. En ja, en bij de rivierpolitie zijn er een stelletje terechtgekomen. Ja, zo heb iedereen iets. Nou, toen ben ik op de binnenvaart gaan varen. Op een klein bootje van 10 ton voor een steenfabriek. En nou, op een gegeven moment moest ik naar Duitsland, dat heb ik niet gedaan. Want dat waren dwangarbeiders toch. En de tweede keer, ja, toen werd ik gepikt. Dat ik toch moest. Maar toen ben ik naar Frankrijk gebracht. Met een heel transport hoor. En dan kwam ik terecht in, je zou nooit draaien, in Dieppe. En werden we in Dieppe, werden we dus vanuit Dieppe moesten we een heel eind lopen. Kwamen we in een hotel, het was helemaal leeg geplunderd. En dat was in Pourville-sur-Mer, vergeet het nooit. Het was eigenlijk een Engels badplaatsje, pal aan de kust. Mooie villa's, zwembaden. Maar toen niet, want het was allemaal door het Duitse spelgebied. Nou, daar ben ik dus 6 weken geweest. En toen ben ik. En toen kwam. Heeft u overwogen om ermee op te houden? Om niet meer in dienst te gaan? Nee. Nee. Nooit. Nee. Ik keek er weer naar uit dat we weer bevrijd zou worden. En dat ik weer mijn eer word. Wist dus niet wat er boven mijn hoofd hing van Indonesië hoor. Toen. We bevrijd zijn. Nou, ik heb de bevrijding nooit kunnen vieren in Nederland, want ik was er niet. Maar goed, dat heb ik nooit geweten. Dat kom je dan op dat moment tegen. Dat Sukarno daar in augustus de onafhankelijkheid van Indonesië uitriep. En Surabaya en een bloedbad aanrichtte. En dat zocht ik niet op natuurlijk. Maar ja, daar kom je dan terecht. Nou ja, dan ben ik bij de mariniersberaden terechtgekomen en daar heb ik mijn tijd uitgediend. Als sergeant groepscommandant. Ja. Nou, daar zijn we ook een paar man verloren. Ja. Een pelotonscommandant, die stond een meter voor me. Staan we zo te praten en we hadden een beetje ruzie eigenlijk. Want hij had voor mij uit, waren er van die ploppers gesignaleerd met wapens. En die waren met een grote boog voor ons. En ik liep met mijn groepje op de linkerflank. En die zouden dus met mij terecht moeten zijn gekomen, volgens hem. Maar ik heb ze nooit gezien. Dus maakte hij een beetje rennen, goed uitgekeken. Terwijl ik dat zeg, gaat er een BG, een Browns automatisch geweer, betekent dat, van mijn groep. En toen bleek dat die luiden toen pas aankwamen. Dus toen had ik ze en toen begon hij te lachen. Maar vlak voor ons, want wij stonden aan de rand van de kampong. En een mitrailleur van ons op de weg, want die ging altijd op begaande weg met de zware wapens. En aan de rand van die kampong, en dan had je Sawa. En achter die dijkjes van die Sawa, vanwege de bevloeiing hebben ze allemaal van die dijkjes, daar lagen ook die ploppers. En daar kregen we een salvo. En toen valt zo die luitenant voor mij neer. En dan bleek dat in een kopslot gehad. En die mitrailleurschutter, die begint ook gelijk te schieten. En die lag. Je hebt nooit gemeten dat die luitenant bij hem achter, want hij lag met zijn grote schoenen, lag er nog tegen die luitenant zijn hoofd aan te schoppen. Maar die luitenant die was bijna slagdood. Even daarna rochelde hij er nog aan. Was hij weg. Ja. Die dingetjes maakte je dan ook nog weer mee. Ja. Maar dan had u niet van, ik hou ermee op? Nee. Nee. Nee, heb ik nooit gehad. Nee. Want wat vond u mooi? Ja, aan de marine. Het militair zijn. Dat vind ik mooi. Maar niet dat vechten. Maar ik bijvoorbeeld bij de ridderzaal staan. Met alles erop en erom. Marinierskapel erbij. En zulke soort dingen. En dat vond ik prachtig. Ja. En ik heb mijn tijd met de opleiding gediend. Dat vond ik ook leuk. Ja. En ik heb een specialistopleiding gehad in de mijnen en valstrikken. Voor het ruimen van bommen en zo. Dat heb ik ook gedaan. Dus, ja. En dan de amfibische opleiding, hè, met rubberboten en noem maar op. Ja,
van alles wat bij ons. Het vechten nam u voor lief. Wat zeg je? Het vechten nam u voor lief. Ja, dat hoorde er schijnbaar bij. Ja. Nou, en nee, ik heb natuurlijk geluk gehad dat ik er goed ben afgekomen. Hè? Want, ja. Voor hetzelfde geld schiet hij je ook een keer voor je raap. Maar daar heb ik maar nooit te lang bij stilgestaan. Alleen, ik heb net verteld, aan het eind van die jaren in Indonesië was ik het echt zat. Ik denk, hou dat dan nooit op. Maar niet dat ik zou zeggen, ga de dienst uit. Maar ze mochten me door mijn poot schieten. Maar deze niet. En nee. Uw vader, toen hij hoorde van wat u had meegemaakt in Rotterdam? Er nooit veel over gepraat hoor. Nee. Mijn moeder heeft altijd ontzettend over mij in de war gezeten. En dat drong ook niet tot mij door. Je moet niet zeuren, zei ik altijd. Ja. Het zal wel bij me horen, ik weet het niet. Ik had dat vak gekozen en dat wou ik goed doen. En dat heb ik ook goed gedaan, volgens mij. En ik vond het ook niet naar. Alleen, je moet volgens mij een vrouw nemen die er beter tegen kan als de mijne. En die is nooit met me mee geweest. En daarom heb ik het altijd alleen moeten doen. En dat, een hoop collega's, die hebben een vrouw. En die gaat met hun mee naar de West. En dan blijven ze 3 jaar prachtleven hebben ze dan. Maar mijn, die was enigste dochter. En die had nog een moeder die leefde. En ze dacht altijd, als ze meegaat, dan gaat de moeder dood. Nou, ik was al 5 jaar gepensioneerd, leefde ze nog hoor. Maar goed, dat terzijde. Maar dan ging je maar weer. En weet je wat het is? Er waren veel klusjes. Ik heb het in de West gehad. Deden ze met mij een jungeltraining hebben. Toen was ik Suzanne Major. Moest een Suzanne Major als opvolgend pelotonscommandant bij. Ja, en al die andere collega's hadden de vrouwen daar. Dus ik zei, laat mij maar gaan. Dat is weer wat anders. Nou, werd ik aan boord van de Van Amstel geplaatst met mijn clubje. Alle eilanden, Saba, Sint-Sint-Azië, Sint Maarten afgestroopt. Gelijk patrouille gelopen over die eilanden, want er zitten geen militairen van ons. En dan hadden ze ons ook weer eens gezien. En toen naar Suriname. Nou, daar heb ik een jungletraining gedaan. Maar dan ging ik daarheen, want anders moest er eentje die zijn gezin daar had. Dus ze vonden het wel mooi dat ik mijn vrouw niet had. Ah, profijt vindt het wel mooi. Nou, dan ging ik toch. En ik vond het ook mooi. Ja. Ja. Dan wel het. Ja, zegt u maar. Nou, toen wij dus daar bij die Mecklenburg-laan waren en aan moesten treden en we eerst nog een mortierbeschieting kregen en uit elkaar gestoven waren, toen kwamen die golf Messerschmitts aan. Toen hadden ze nog geen bommen gehoord. En vanaf dat moment hebben ze allemaal gelijk volgens mij de bommen losgelaten. En heeft niet lang geduurd. Ja, die bommen die ploften natuurlijk niet allemaal gelijk, maar dan hoor je overal en de... En toen begon dat te branden en te roken. Gitzwarte rook kwam eruit. En ja, hoe lang? Ik kan het niet zeggen. Maar dat is, in je gedachten is het wel lang. Maar ik denk dat het in de werkelijkheid maar zeer korte duur is geweest. Want een bom afgooien duurt niet lang. En als ze dus met z'n allen gelijk aankomen vliegen en gelijk gaan bombarderen. Want het was gewoon de bedoeling om het hart van Rotterdam weg te gooien. Nou is gelukt. Dus dat is volgens mij niet lang. Maar ik zeg al, op dat moment denk je ook aan geen tijd hoor. Je weet ook niet, ik weet niet hoe laat het was toen. Dat weet ik geen eens. Maar ik geloof in de middag. Maar dat weet ik niet. Dus. En wat hoor je dan op dat moment? Van de nou, die vliegtuigen die komen aan. Het was de hele dag luchtalarm. Altijd luchtalarm. Dat ging maar door, de ene golf naar de andere. Want die mofti was de overeerste in de lucht ook. En, nou, wat hoor je dan? Dan hoor je de schieren. En dan grote klappen. Nou, en dan komt op een gegeven moment al snel, daarna, die vluchtelingenstroom op gang. En ja, daar word je ook helemaal door in de ban genomen natuurlijk. Ja. Maar zeg nou niet tegen mij van hoe lang heb de bombardement geduurd. Want dan zeg ik... Kort. Ja. En wat is kort? Ik denk 10 minuten. Kwartier? Ik weet het niet. Ik noem daar liever geen tijd, want ik het niet weet. Ik denk dat de mensen dat wel begrijpen. En waar zat u al die tijd?
Met dat bombardement? In Kralingen. En waar precies? Bij de Mecklenburglaan. Maar was dat in een huis? Op nee, er waren villa's. Lubbers woonden er ook. Onze oud-premier. Hoor ik na de ramp pas. Maar er stonden al mooie huizen, dure huizen. En er was daar een Mecklenburglaan. Dat was geen lagere school in ieder geval. Of een museum, ik weet niet wat het was. Maar het was een school met een op het dak een soort torentje. Want daar hadden wij een uitkijk staan. Waarvoor? Om te zeggen dat die vliegtuigen eraan kwamen of zo. Ik weet niet wat hij dan moet doen. Maar goed, die stond er. Ja. Dus daar heb ik gezeten met bombardement. Dus niet in de binnenstad. Nee, maar vlucht u ergens in een ruimte? Nee, ik vluchtte gewoon van dat open plein af. Want ik wou een beetje verschuilen ergens. En dan vluchtte ik tussen die huizen in zo'n brandgang, denk ik, dat was achteruitgang. En dan zie ik nou die schutting heen en weer wapperen van de lucht. Ja. En daar bent u gebleven? Ja, daar vandaan toen de over was. Toen moesten wij onze wapens in gaan leveren, want toen was de capitulatie. Dat is dat moment geweest, pal na het bombardement. En stonden daar zonder te janken, de militairen, en helemaal overstuur, en de wapens, en we gaan er nog en we willen niet. En, maar ja, uiteindelijk is het toch gebeurd. Ja. Ik had in eerste instantie mijn wapen ook afgegeven. Ik denk nee, want toen met die truc, dat, ik denk dat wordt wat. Maar dat werd ook niks. Ik heb geprobeerd. Ja. Bent u nou een beetje tevreden? Zeker. Absoluut. Ja? Ja. Wat had... Wacht even. Ik zie wat gaat doen. Ja. Ja. Wat gebeurt er als een bom de grond valt? Dan explodeert die. Want daar zit een ontsteker in. En meestal is dat een schokbuis. En als die dus een grote tegenstand krijgt, het is een harde vloer of wat ook, dan gaat die bom af, want die ontsteker doet dan zijn werk. En wat zie je dan? Dan slaat hij een grote krater en er komt dus een zool met als het droge grond is, met aarde en modderen en de scherven die vliegen dan om je oren natuurlijk. En ik heb er gelukkig niet middenin gezeten, want dat had ik het niet na kunnen vertellen. En ja, komt hij op de harde grond terecht, ja, dan is het nog erger natuurlijk. Want? Want als je in een weiland terechtkomt, dan heeft wel die smoren in de grond. Hè, die exploderen wel, maar dan gaat de scherfwerking die gaat een beetje weg. Want dat, die willen ze dus om de oppervlakte hebben natuurlijk. En ik heb zelf veel met bommen demonteren gedaan. Ik kan die foto niet even vinden, maar ik heb een foto. Die heb ik zelf gemaakt. Dus het topje van die zuil staat er net niet op. Maar die zuil water die omhoog komt. Want ik heb een bom laten in een biak. Daar hadden ze een zwemsteiger. En dat hadden we gebouwd. En daar hadden een heel helder water. Is het daar. Daar kan je het bodem altijd zien. En er was allemaal rif. En dan, met duiken was dat gevaarlijk. Toen zei de commandant, perfect, kan jij dat rif niet wegblazen? Ik zei ja, met een vliegtuigbom. Heb ik een vliegtuigbom dan laten zakken, heb ik een lading aangebracht en een elektrisch laten ontsteken, hè? Een elektrisch slagvliegpijpje erin. En dan gewoon met je kent de apparatuur wel, hè? Met draaien, dat is een dynamo eigenlijk. Nou moet je natuurlijk zelf een plek zoeken dat je veilig bent. En ik heb de fotocamera en ik zeg ja. En heb ik een foto gemaakt. Ik kan nou niet goed zien, want zou ik hem zo opzoeken voor je. En daar staat die hele waterzuil recht overeind, dan zie je geen druppel nog naar beneden vallen. Als een ijsberg staat hier overeind. Alleen het topje, en dan staat de zon, dat heb ik nooit na, want ik ken helemaal niet fotograferen. De zon die staat erachter en dat is schitterende foto geworden, zeg. Heb ik laten vergroten door de Marine Luchtvaartdienst, die hebben een mooie fotoafdeling. En zei je, zo'n klein fotootje was het maar hoor. Zo'n klein beeld, weet je wel. En weet u welke bommen en... hoeveel er in Rotterdam zijn gevallen? Nee, weet ik niet. Geen idee. Maar dat moeten er nog wel een paar zijn geweest, hoor. Echt wel.
Maar er is natuurlijk veel door de ene kant van de straat in de brand en die stak de andere kant dan. Er is veel in de brand gegaan, niet echt door de bommen. Ja, wel door de bommen, maar niet vanwege de voltreffer. Zijn zware bommen geweest of lichte bommen? Ik denk 500 ponders of zo. Er zijn heel veel lichte bommen gegaan. Ja, dat weet ik echt niet. Nee, heb ik ook nooit bij stilgestaan, moet ik eerlijk zeggen. En waren dat, wat voor bommenwerpers waren, hoe groot waren die bommenwerpers? Nou, de Mitchell-bommenwerpers, of Heinkel, Heinkels noemden ze dat. Heinkel-bommenwerpers, ik geloof twee motorig. Ja. Hoe groot is dat? Ja, geef daar nou eens een antwoord op. Is dat? Ik weet het niet, hoe groot. Zag u ze aankomen? Ja. Waar kwamen ze vandaan? Je keek continu naar de lucht, want je was overal op bedacht. En die kwamen gewoon informatie aanvliegen. En die lieten daar op een gegeven moment de hele handel los. Ze hebben er niet op gemikt op bijvoorbeeld op een speciale brug of wat ook. Nee, gewoon de hele binnenstad. Daar hebben ze op gemikt. Gewoon slachtoffers te maken. En dat is er behoorlijk gelukt. Want als het daar niet gelukt was, dan hadden ze volgens de geruchten hadden ze ook Utrecht gepikt en Amsterdam. Grootschalig. Alleen Rotterdam heb het moeten bezuren. Alleen Rotterdammers die zijn bij mij in aanzien gestegen. De manier hoe ze dat daarna opgepakt hebben. De hele stad was plat. En hoe ze aan het werk zijn gegaan. Die bouwvakkers, ook als je ze sommige teksten las die ze daar hadden neergeschreven op die hutten waar ze zaten. Nou, en ze hebben die hele stad hebben ze weer opgebouwd. Achter elkaar. Fantastisch, ja. Wat voor teksten waren er? Ja, ik ken ze niet meer. Ik weet het niet meer. Maar hele leuke dingen stonden er. Ja. Er zijn wel foto's gemaakt. Ja. Ik geloof zelfs in een verzetmuseum in Rotterdam. Heb je een verzetmuseum. Hè? En daar ben ik eens in geweest. En daar hangen er ook nog een heel stel foto's van de binnenstad. Ja. Maar ja, hoe groot dat vliegtuig was, weet ik niet. En kunt u nog een keer vertellen hoe het precies in zijn werk ging om met dat repeteergeweer te schieten? Ja. Kunt u dat nog een keer precies uitleggen hoe u aanlegde en mikte en dekking zocht? En... Nou, je schiet vanzelf wel uit een dekking, hè? Want als je trefzeker wil zijn, moet je altijd liggend schieten. En als je liggend schiet, dan ben je dus zelf ook niet zo'n groot doelwit. En als je knielend schiet, dan kan je ook aardig goed scherp richten, omdat je steunt, hè, met je armen. Op je knieën. Maar staande wordt al steeds minder, want al haal je maar adem, gaat je geweer al op en neer. En dat wordt op 100, 200 meter steeds groter, die afwijking. Maar liggend schieten, daar kan je zo trefzeker zijn. En dan moet je zorgen dat je ergens achter ligt, waar eigenlijk je geweer en je helm alleen maar bovenuit steken. En dan zien ze ook zo weinig mogelijk van je. En je moet je eigen dus camoufleren. Proberen. Dus camoufleren wil zeggen, je maakt je eigen één met het terrein waar je in bent. Als dat groen is, moet je maken dat je groen bent. Ik noem maar wat. En daar zoek je dus altijd als geweerschutter of als schutter of als militair. Zoek altijd, als je een sprong moet maken, al naar de volgende plek waar je achter wil kruipen. Niet om je heen gaan kijken, nee, van tevoren, daar ga ik heen. En daar, al is het maar een graspol, ben je soms onzichtbaar. Dat denk je niet meer aan, maar het is wel waar. Ja. En hoe ging dat in Rotterdam? Ja, het waren allemaal straatstenen. En er was een ravage van, ik geloof zelfs dat er een tramwagen stond. Maar dat weet ik niet zeker meer. Maar er stond bijvoorbeeld een handkar en vaten. En men zegt dat er zand in heb gezeten, dat ze geprobeerd hebben achter zo'n, of dat waar is, weet ik niet. Want ik ben daar niet heen gegaan om even te voelen of dat wat. Maar die lagen er ook. Dat was een ravage een beetje. Ja, want ik zal je vertellen, toen wij die zandzakkenstelling gemaakt hadden op de Admiraliteitskade, toen kwamen er een hele hoop Rotterdammers, die kwamen gewoon kijken hoe wij oorlog voerden. Die waren er niet van doordrongen dat het echt was volgens mij. Want die hebben we gewoon weg moeten jagen, voor de eigen veiligheid. Die stonden in de hoek van de straat te kijken wat wij aan het doen waren. En toen was het volop oorlog. Zo slecht waren we heen gelicht, ook hun. Ja.
Ja, heel Nederland stond gelijk op zijn kop. Helemaal. Ja. En het aanleggen en schieten, hoe ging dat in zijn werk? Nou, dat is toch niet zo moeilijk. Je hebt een geweer. Ja, ik kan mijn man niet overweg, want ik ben rechtse schutter. En dan zet je je schouder aan. En met deze hand aan de voorzijde. En dan moet je dus dat wapen in jouw hand leggen. En die elleboog op de grond. En dan heb je een keep en een korrel. Dat is de keep. En dat is de korrel. En die moet je in elkaar dekkend maken. Dat het één geheel wordt. Dus niet erbovenuit laten steken. En niet, dat ligt eraan. Als je een afwijking op je wapen hebt, dan moet je zelf wel uitvinden met inschieten. Je hebt wat die zeggen, ik moet grove korrel. Dan moet die er net boven. Maar ik had een gestreken korrel. Dat die precies in paste. En dan op je doel, raak. Dan is het raak. Ja. Nou, de grendel op en neer. Dan moet je van je schouder afhalen. En dan weer, hè. Hup. En ja, dat ligt er dan hoe ver je geoefend bent. Ik was geoefend schutter. Vanwege mijn voorgaande ervaringen. Dus u heeft er geraakt? Dat zal wel. Daar deed ik het voor. Ja. Het is niet om alarm te schieten in de lucht of zo. En hoe ging dat? Zag u omvallen? Of nee. Alleen die motorfiets die er afgeschoten is, dat hebben ze met een meteor gedaan volgens mij. Van het Witte Huis uit. Maar iedereen schoot erop natuurlijk. Maar je wist dus eigenlijk niet wanneer je resultaat had? Nee, maar dat resultaat is als die vijand daar maar plat gaat. En door wie, dat is niet zo belangrijk. Ja, toch? Dat denk je ook niet bijna. Echt niet. Ik weet ook niet wat er gebeurd had. Als ze tegen ons gezegd hadden, nou jongens, in de loop was de brug over. Ja, dan hadden we dat moeten doen. Maar wie er wel aan de overkant was gekomen, weet ik niet. Want dat is riskant, hoor. Poeh. Ja, er is ook een boek geschreven, De Helden van de Maasbrug. En dat zijn mariniers van mijn opleiding. Die zijn dus voor mij bij de brug geweest. Dat moet wel. En die zijn op een gegeven moment, één is door zijn poot geschoten. En die zijn dus bij de oprit heb je op een gegeven moment een brugwachtershuisje, heb je daar ook staan. Want die oude oprit is er nog. Die hebben ze gespaard gebleven, dat is mijn museum denk ik. En die hebben daar een deksel op gelicht. Die zijn daar door dat deksel naar beneden gegaan. En daar beneden stond een pijler. En die hebben daar al die dagen op die pijler gezeten. Dat staat in het boek. En met de kapotage. Want toen het bombardement kwam, dachten hun niet dat het bombardement op die brug was. Waar hun onder zaten. Maar dat bleek niet zo te zijn. Maar u heeft eerst op een schietschijf geoefend? Ja, dat doe je altijd eerst. Ja. Dat doe je altijd eerst, ja. Je krijgt gewoon een schietopleiding. Eerst begin je met richten. Hoe richt je? Hoe moet je dat geweer vasthouden? Hoe moet je erachter liggen? Hoe moet je knielen? En vroeger mocht je alleen maar rechts schieten. Tegenwoordig, als je links bent, mag je ook links schieten. Dat is een voordeel. Maar in de praktijk is het toch anders? Hoe bedoel je? Als er geen schietschijf meer is. Ja, dan is het jij of ik. Want dat weet je, hè? Er wordt teruggeschoten, maar schietschijf niet. Je weet dat er teruggeschoten wordt, dus als jij niet eerder bent, dan ben jij de lul. Moet je niet opnemen. Dat is gewoon zo. Dat kan je wel begrijpen. En die maat van u, hè? Ja. Die is omgekomen. Heeft u later nog contact met zijn ouders of familie gehad? Nee. Nooit. Heb ik nooit geen belul bij gehad. Precies hetzelfde met die luitenant die dicht gesneuveld is. Ik heb van zijn moeder heb ik nog een bidprentje gekregen. En ik ben ook nog 2 keer in Indonesië op vakantie geweest. Ben ik ook naar de graf geweest. Daar heb ik foto's van gemaakt. Ja. Hij was net zo oud als ik, die luitenant. Hij woonde in Scheveningen. Was net een grote kwaai jongen, maar ontzettend aardige vent. Zo'n oorlogsverwilliger. Hey. Ja, dat is goed. Ik wil misschien nog één ding aan. Zie?
beginnen of Kloos beginnen? Ja. Zeg maar waar ik naartoe moet kijken hoor. Ik weet ja, niet. Ik geef het u zo. Dat is wel goed. Ja? Okay. Weet u waar en wie dit zijn? Mag die? Nou, doe maar. Ja hoor. Ik denk niet dat het mij lukt. Dat is bij die hefbrug. Nee, kan niet. Ik zie een hoop mensen staan, maar wat. Het is aan de Maasoever, hè? Ja, Oosterkade. Oh. Zijn militairen achter zandzakken. Ja, ik dacht wel dat het militairen waren, maar volgens mij zijn geen mariniers hoor. Of wel? Die staan ook in de aanleg met de geweer, of niet? Ja. Ja, ik kan er geen zuiver beeld van geven. Dit ding, dat komt mij zo bekend voor. Nou, dat is jammer, jongens. Is dat de Laurenskerk? Nee, hoor. Oh. Nee. Het is toch wel een van de toren, of niet? Ja, dat is het Noordereiland. Oh, Noordereiland, ja. Tuurlijk. En, hier staat nog niet dat Hulskampgebouw op, hè? Nee. Wel. Nee, dat lukt me niet. Dat lukt me niet. Nou, gaat een beetje zwart worden. Zwarte stippen zie ik. Waar staan die dan op te schieten dan? Naar het Noordereiland schieten ze. Ja, dat blijkt wel. Maar ik kan niet zien wat voor broeken ze aan hebben bijvoorbeeld. Ze hebben helmen op. Ja, dat zie ik. Dat zie ik. Maar je kijkt ze op de rug, hè? Ja. Bij God, als ik het zou weten. Nee. Het is een amateurfoto? Ja. Blijf even. Zo? Ja. Nee, niet allemaal. Rechts kort. Ja, hier, hè? Ja. Houdt u een foto nog eens eventjes voor mij? Zo? Ja, ietsje. Ga ik hem wel even bewegen. Zo. Wat ik moet doen? Platter? Zo? Ja, ietsje meer omhoog, de foto. Ietsje meer van u af. Zo? Ja. Zo? Ja. Moet ik zelf zo blijven zitten? Ja hoor, dat gaat goed zo. Ik ga eventjes... Zelf even bewegen, zo. Het lijken wel militairen, lijken dat. Ja. En rechts hebben ze een korte jas. Ja, dat en dat links een lange. Ja. Maar ze staan met geweren achter zandzakken. Ja. Dat vind ik allemaal zo raar, dat heb ik nog nooit geweten. Nou, dat zijn geen manieren volgens mij. Nee. Maar goed, ik weet niet voor 100% hoor. Laat me even los. Oh. Ga ik eventjes. Mooi hoor. Jammer. Maar... Zo... Maar het kan niet aan de admiraliteitskade zijn. Dit niet. Nee, dat weet ik voor 100%. Want dat zag er anders uit. Ja, helemaal in de rondte. Die stelling die wij gebouwd hebben. Niet alleen een voorzijde, wat ik hier uitmaak tenminste.
Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat klopt. Maar wij hadden dus echt gewoon een ronde stelling met een ingangetje. Wat ik me nog kan herinneren. En wij hadden zeker geen stelling waar we staande achter schoten, hoor. Nee, dat kan ik niet. Nee. Dus dit zijn waarschijnlijk landmachtsoldaten? Ja, volgens mij wel. Maar als je dat, wat ik nou zei van die admiraliteitskade, dan konden wij niet, want het was bebouwd volgens mij, dat konden wij niet zien van de admiraliteitskade af. Ja, het is allemaal zo lang geleden. Ik moet geen verkeerde dingen gaan zitten vertellen. Ik weet het niet. Jammer. Het is wel een duidelijke foto, dacht ik.